مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en heren luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagsaflevering van Rashid Pirkans Kal Ajor Kal. Dit is de aflevering voor zaterdag 22 augustus 2020, de dag van de total lockdown in Suriname. Gisteren, vandaag en morgen wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequenties. RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ECMI Radio 91.3 FM. In Nikeri zit deze uitzending op de frequentie 103.5 FM. Kal Ajor Kal is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube Source Islaat in RBN Suriname. En dan volgt u deze uitzending wel. Deze uitzending is ook via Alpha Channel Facebook te zien. Daarvoor gaat u naar de Facebook Source. U slaat in Alpha Channel Suriname. Dan volgt u deze uitzending zover u dat wenst te doen. Deze uitzending is ook online te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. En daarvoor gaat u naar dbsuriname.com. Landelijk te zien in mijn eigen land, ons land, via Rapar Broadcasting Network, RBN. Kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pirkan. Ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans Kal Ajor Kal en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me mijn plicht vervullen door alle mensen te condoleren die een dierbaar hebben verloren en u bij deze veel sterkte toewensen. Ik wil ook alle mensen van harte beterschap toewensen die ziek zijn en u een goede gezondheid. Aan u allemaal. Uiteraard moeten we ook vandaag alle mensen feliciteren die er vandaag jarig zijn, maar laten we toch wel even terugblikken naar de dag van gisteren. Dat was vrijdag 21 augustus en dan moet ik bij deze nog alsnog mijn oom Shabir Isaac van harte feliciteren. Shabir Isaac is gisteren 75 jaar geworden. Dat is de sublieme presentator van de radio-uitzending via ECMI Radio 91.3 FM van Ham Toum Orwo. Deze oom van mij, hoe moet ik hem beschrijven? Het valt een klein beetje moeilijk om te beschrijven als het ook zelf je eigen familielid is. Maar de bijdrage die hij heeft geleverd en toch nu toe heeft geleverd aan de Surinaamse media, in het bijzonder de Hindoestaanse Surinaamse media, is ongekend. Zijn uitzending Ham Toum Orwo, nu is hij wel 10 jaar ouder geworden, heeft een ongekende luisterdichtheid, zowel nationaal als internationaal. Vandaar dat ik soms mij afvraag als mensen peilingen houden, hoe ze die peilingen houden. Want Shabir Isaac, zijn uitzending Ham Toum Orwo, scoort het hoogst, hoogwaarschijnlijk zelf veel hoger, 10 keren hoger dan Kal Ajor Kal. En dat moet u vragen aan mensen die primair van Hindoestaanse komaf zijn, omdat Shabir Isaac zijn uitzending wordt gepresenteerd in Suriname Hindi. En de manier hoe hij het brengt is geen nieuwsuitzending, want ik kan me nog herinneren, tientallen jaren geleden, toen we ermee zouden beginnen, sprak ik met hem, en daarop was hij ook veel jonger, en ik was natuurlijk, ten opzichte van hem is nog altijd mijn oom, zeiden we van, weet je, we willen geen gebruikelijke nieuwsuitzending brengen, waarbij je het nieuws gewoon statisch gaat lezen. En hij heeft het toen gebracht en gemaakt op zijn eigen manier, met humor, met Mousi, Mousa, Didia, en toch nog het nieuws weten te brengen op een andersoortige manier, dat mensen het goed konden begrijpen. Duizenden mensen missen zijn uitzending gewoon niet. En opmerkelijk van hem, en nu is hij wel 10 jaar ouder geworden, want gisteren is hij 75 jaar geworden. En dat is een zeer gerespecteerde leeftijd. En ik zei hem nog gisteren en ik belde hem en ik zeg: om Shabir, ik hoop en ik spreek de wens uit dat jij 100 gaat halen.
Want in de familie hebben mensen wel hoge leeftijden gehaald. Maar opmerkelijk bij hem is dat hij nooit verzuimt. Hè? Nooit, 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 nooit. En op een gegeven moment was Hamtum Orwo 6 dagen per week. En plotseling merkte ik, want hij mag hier bij RBN doen wat hij wil. Hè? Want Shabir heeft carte blanche, dat begrijpt u. Dat begrijpt u, niemand stopt hem hier. Deed hij plotseling op de zondag. En ik zei hem van, waarom doe je nou die zondag ook? Wil je niet gewoon een beetje rusten? Ik bedoel, zondag is toch je rustdag? Maar hij vond nee, dat hij wil ook zondag. Hij doet het 7 dagen per week nu, wat in het verleden het niet het geval was. Hij zei van, weet je, ik wil die zondag toch een beetje primair gebruiken. Omdat veel mensen ook wel geïnterviewd willen worden, primair ook door hem. Oké, nu is het wel COVID-19, kan voorlopig alsnog niet, maar in de normale situatie toen wel. Maar nogmaals, een ongekende luisterdichtheid, tot in Nederland. Tot op Aruba, Curaçao, overal waar Surinamers wonen. En als er een dag die uitzending online er niet is, want die uitzending gaat ook online. Ja, dan beginnen we zoveel telefoons te krijgen of e-mails te krijgen of apps te krijgen. Van wat gebeurt er nu? En wanneer het de dag er niet is, is het niet omdat hij er niet aanwezig is. Het is omdat we gewoon een internetstoring hebben. Dus nogmaals, Shabir Isaac is ongekend. Heeft ook een grote sociale bijdrage en liever dat nog steeds. En de mensen weten het ook. Mensen weten het ook. En wij zijn van het type, want we zijn één bloed, dat wij niet praten over onszelf. Wat we doen en wat we niet doen voor die samenleving. We laten dat aan die samenleving zelf over. Om te oordelen. Zo zijn we ingebed. En zo is onze familie ingebed. 75 jaar. En ik zei om Shabi, want ik roep op om Shabi. En ja, hij moet het halen. 75 jaar is hij nu. Heel mooie leeftijd. Je zou een hele boek over hem kunnen schrijven. Een hele boek kunnen overschrijven. Maar nogmaals, ongekend. En vooral wreed onmisbaar. Wreed onmisbaar. Ik zie hem altijd op de woensdag zie ik hem altijd. Omdat op de woensdag, wanneer Kal Ajor Kal begint om 8 uur 's avonds, ben ik altijd rond 17:15 reeds in het gebouw om me voor te bereiden om tot rust te komen, want je moet even tot rust komen. En dan heb ik altijd een kwartier een babbeltje met een Faygo à la Saboum, gaat het met de gezondheid, dan praten we nog even snel. Dus we zien elkaar wel zeker 1 keer per week, omdat we verschillende werktijden hebben. En hij is altijd aanwezig in de studio, op tijd altijd aanwezig, is hij rond 17:30. En hij is een man die geen mobiel telefoon heeft. Mijn oom heeft geen mobiel telefoon. Soms vragen mensen, maar wat is een mobiel? Ik zeg, hij heeft geen mobiel. En als ik ze zeg, hij heeft geen mobiel, dan denken die mensen dat ik ze voor de gek hou. Hij heeft gewoon geen mobiel telefoon. Hij wil het niet. Zo is zijn leven ingericht. Maar nogmaals, onze bier, gefeliciteerd nogmaals. Gefeliciteerd ook namens die hele samenleving, namens alle mensen van RBN, alle mensen van Dagblad, alle mensen van Green Thought, alle mensen van Rapport Connect. En namens de duizenden luisteraars denk ik dat ik het mag doen voor hun. Dank u wel. We willen ook feliciteren, die was ook gisteren jarig en een hele mooie gerespecteerde leeftijd ook. Dat is Mohamed Rafik Rudi Bailal, die is gisteren vrijdag 21 augustus 80 jaar geworden. Kijk, dit zijn leeftijden die voor zeer geselecteerde mensen zijn. En hij staat meer bekend als Rudy. Dus hij wordt van harte gefeliciteerd namens alle familieleden, zowel in Suriname als in Nederland en ook door alle vrienden. Laat me ook voor vandaag feliciteren, zaterdag 22 augustus, Sharif Ahmed Ali. Die is vandaag jarig, die is woonachtig in Nederland. Een mooie dag aan jou toegewenst. Sharma Surjuzin Shenafung is ook vandaag jarig, die is ook woonachtig in Nederland. Een mooie dag aan jullie toegewenst in Nederland. De volgende mensen mogen hun jaardag gaan voorbereiden voor zondag 23 augustus, dat is morgen. Dat is onze eigen Sadhana Durga. Wow, ik heb haar net gezien hier, een uur geleden.
Nou, was ik even vergeten haar te feliciteren, oeps. Maar goed, Sandra is morgen jarig, 23 augustus, een omroepster met een geweldige, fantastische, exclusieve stem. Het is van ECMI RP Radio 91.3. Ze verzorgt ook onze tv-uitzending Saad Dien, die op de zaterdag wordt vertoond via RBN. Die kunt u overigens vanavond ook nog zien. Maar we bedanken Sadhana Durga ook van harte. We wensen haar een goede voorbereiding naar haar jaardag toe. En ik hoop dat ze de accu van haar auto heeft gevonden. Want gisteravond appte ze mij. En dat zijn nou mensen die oplossingen zoeken. Hè? Dan geef ik maar een simpel voorbeeld. En ze appte mij gisteravond en zegt van, ja, die accu van mijn auto die doet het niet. En ze wist dat ze vanmorgen vroeg hier moet zijn. Want mensen werken ook heel vroeg bij ons. En ze zei, ja, maar ik kan geen accu gaan kopen nu. En alles is gesloten vanwege de lockdown. Ik zeg, oké, doordenken. En geloof me, ze heeft doorgedacht en ze heeft die oplossing gevonden. En ze was er vanmorgen hier heel vroeg om haar uitzending Sadien op te nemen. Dus zo zie je, mensen kunnen voor alles een oplossing vinden als je toch maar even blijft doordenken. Maar Sadena, morgen ben je jarig. Een mooie dag aan je toegewenst. Winot Baldeel is morgen ook jarig, 23 augustus. Anita Schoon ook jarig, met nadruk op Schoon. Die is morgen ook jarig. Raoul Bitju is morgen ook jarig. En Sharif Zaburali. En overigens, als u morgen jarig bent, zondag, wens ik u een mooie voorbereiding ook naar uw jaardag toe. Ik noem alleen maar een aantal namen van mensen die ik zo toevallig bij de hand heb en ken. Maar het kan zijn dat u ook jarig bent, dus ook een leuke voorbereiding. Voor morgen, zondag 23 augustus, wil ik met nadruk gaan feliciteren. Niet mensen die jarig zijn, maar iemand, een koppel die morgen 50 jaar getrouwd is. 50 jaar. Dat is Shanti en Rita Malu. En als je zegt Shanti en Rita, oké, Malu, van waar ken ik ze? Dat is van Quatta, toch? Die winkel daar op de hoek van de Kernkampweg en Quattaweg. Wel, Shanti en Rita die zijn morgen 50 jaar getrouwd. En ze worden uiteraard van harte gefeliciteerd namens de kinderen en ook namens de kleinkinderen. En in het bijzonder namens... Ja, pardon. En ook in het bijzonder namens Lions Club Parwani en alle fellows en ladies van Lions Club Parwani. Shanti Malu is ook medeoprichter geweest van Lions Club Parwani. Let wel, hij is charter member geweest van deze club die als Lions organisatie sociaal werk doet. Dus Shanti en Rita Malu, morgen 50 jaar. Ja, door COVID moeten we nog kijken hoe we dat feestje gaan vieren. Maar in elk geval gefeliciteerd namens alle fellows en ladies van Lions Club Parwani. Ook namens je kinderen en ook namens de kleinkinderen. En overigens naar al die honderden duizenden mensen die jullie overigens ook kennen. Want ze zijn geen onbekenden in die samenleving. En vanwege het feit ook, omdat ze veel goed werk doen. Ze doen veel goed werk naar die samenleving. Als je goed werk doet naar die samenleving, dan gaan mensen je ook kennen. En mensen gaan je ook waarderen. En mensen gaan je ook daarvoor respecteren. Een mooie dag morgen. En voor maandag 24 augustus. Woonachtig in Nederland, Linda Houthuizen-Bruijen. En Linda is woonachtig in Nederland. Een mooie voorbereiding voor maandag 24 augustus. Dan direct voor dinsdag 25 augustus, Christa Zuiverloon. Christa. Michel Amafo mag ook zijn jaardag voor dinsdag 25 augustus voorbereiden. Hij is de directeur van MAS. Ook een heel aardige man. Wilfred Roland ook voorbereiden naar je jaardag dinsdag. En Quintus Risti. Overigens, wat ik al zeg, u allemaal, als u een van deze dagen jarig bent, wens ik u een hele mooie voorbereiding toe. Dit is Rashid Piergans Kaladjorkal. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Ik heb om 10:30 een afspraak met minister Amer Ramadine om even met hem te praten over één klein onderwerp. We gaan niet over zijn beleid praten, maar ik wilde hem graag toch één of twee vragen stellen over COVID-19, die mensen toch ook willen horen. Maar dan heb ik tegen 10:30 een afspraak met hem daarvoor en daarom gaan we hem bellen. Laat me u de koersen doorgeven. De lokale koersen, dit zijn de onofficiële koersen. Giraal noteerde dollar $14.50. Voor de aankoop en voor de verkoop $14.75. Voor cash $15.25 en voor de verkoop $15.50. En de euro noteert $15.45.
om 15:85. Rashid Pirkan, Skull Angel Color. Het lijkt me ook goed om u wat internationale informatie door te geven. Vandaag hebben we de lockdown. Dus ik denk dat we vandaag dubbel veel meer kijkers hebben dan gebruik. Vanwege het feit dat u verplicht thuis moet zijn. Hè? U moet verplicht thuis zijn en u weet overigens waarom. Dat hoef ik je niet uit te leggen. COVID-19 internationaal. Oké, ik heb mijn papieren niet geselecteerd vandaag. Gesorteerd, dat is heel erg slordig voor mij. Maar ja, laten we beginnen met de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Dat is de USA. Daar worden in november presidentiële verkiezingen gehouden. En de verkiezingen zullen gaan tussen de kandidaten van de Democratische Partij en de kandidaten van de Republikeinse Partij. De Democratische Partij die hebben hun kandidaat al geselecteerd. En de runners zijn daar voor Joe Biden. En de running mate is daar voor Kamala Harris. De Republikeinse Partij die houdt hun congres, die houden ze op maandag aanstaande. En het ziet er hoogwaarschijnlijk naar uit dat Donald Trump weer gekozen zal worden om voor nog een termijn zich kandidaat te stellen. Maar de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden en zijn team van de Democratische Partij hebben tijdens de Democratische Conventie in de afgelopen 4 dagen, hou dat vast, $70 miljoen opgehaald in 4 dagen. Alleen maar voor de verkiezingen. De campagne van de zittende president Donald Trump haalde in de maand juli $165 miljoen op. Duidelijk meer dan $140 miljoen van zijn rivaal Biden. Trump en aan hem gelieerde groepen hebben in totaal meer dan $300 miljoen te besteden aan advertenties. Mensen die langs de huizen gaan en andere politieke... dat zijn voor mensen die langs de huizen gaan en voor andere politieke uitgaven. De campagne van Biden zou op een totaal van $294 miljoen zitten. En zoals ik al eerder zei, wordt de Republikeinse conventie maandag gehouden. Deze conventies worden niet meer gehouden zoals gebruik vanwege COVID-19, die ook al in enkele steden in Amerika uit de hand is gelopen. Die worden niet meer gehouden traditioneel waarbij mensen zichtbaar aanwezig zijn, maar die worden via livestreaming gehouden. De verwachting van de presidents- en congresverkiezingen die zullen ongeveer 6,2 miljard gaan kosten. En het zal hoogwaarschijnlijk oplopen. 6,2 miljard is de budget geweest voor 2012. Men verwacht dat het veel meer zal gaan worden. Campagnes tot nu toe verzameld aan middelen van de twee partijen voor de verkiezingen. Dat is ruim $4,7 miljard. COVID-nieuws over ons eigen land. Een van de redenen waarom we allemaal in een lockdown zitten vandaag is vanwege COVID-19. En u weet, dat is het coronavirus die voor besmettingen zorgt, die dood als gevolg kan hebben. Maar behalve dood zijn er ook heel veel mensen die herstellen. Dat moeten we ook vast kunnen houden. De COVID-19-website meldt gisteravond, 21 augustus, weer een hoog aantal nieuwe COVID-19-besmettingen. 94, dat was gisteren. En 1 overleden patiënt en dat brengt het totaal op 56. 188 patiënten liggen nu in ziekenhuizen en 20 personen zijn opgenomen op intensive care units in de diverse ziekenhuizen. Het aantal genezen patiënten bedraagt 39. 3460 patiënten zijn sinds medio maart besmet met het coronavirus. En 2498 patiënten zijn genezen verklaard. Je moet zich vooral ook concentreren op het aantal mensen die genezen. En dat is groter dan het aantal mensen dat jammer genoeg komt te overlijden. Vrijdag zijn 887 testen afgenomen met 184 negatieve resultaten. We gaan nu de minister bellen. Ik hoop dat de jongens dat alvast voor me kunnen doen. Dat we minister Ramadien aan de lijn proberen te krijgen. Om hem toch enkele vragen te stellen die mensen zo graag willen weten. En ik ook wil weten. Internationaal coronanieuws. 800.000 coronadoden zijn er wereldwijd. Ongeveer 800.000. De zwaarst getroffen landen zijn Amerika.
Brazilië, India, Rusland, Zuid-Afrika, Peru, Mexico, Colombia, Chili en Spanje. En als we allemaal denken dat het coronavirus morgen weggaat, hoe graag wij dat ook willen, dat gaat volgens de World Health Organization voorlopig niet weg. En de WHO zegt, de WHO hoopt dat het coronacrisis in minder dan 2 jaar over is. In minder dan 2 jaar. Dus als ze dat zeggen, dan mogen we min of meer gaan rekenen dat het nog tot zeker eind 21 hier zal blijven hangen. Minister Ramadien, goedemorgen, bent u aan de telefoon? Ja, meneer Pirkan. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Luisteraars. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid, ik neem aan dat u ook in een lockdown bent. Ja, ik zit ook in de lockdown. En ik neem aan dat u dan thuis bent. Ik ben thuis, ja. Dus u werkt vandaag ook niet? Nou, we werken van afstand. Oké, okay. U werkt via... Met de moderne technologie kan je ook goed vanuit huis werken. Dat is trouwens ook sinds de start van de pandemie gebleken in de hele wereld. Ja, minister... Heel veel mensen vanuit huis zijn minister, gaan werken. Ja, minister Ramadien, u bent pas aangetreden als minister, maar hoogwaarschijnlijk zult u een van de ministers zijn die iedere dag in beeld zal zijn zolang het coronavirus niet weg is. Kunt u die druk wel weerstaan? Het is natuurlijk het vormt voor mij en het is eens een hele drukke agenda. Inderdaad, aangezien we in Suriname toch met een aantal issues kampen, maar een van de voornaamste issues is COVID en de financiële crisis. Zit je toch in eigenlijk alles wat de regering besluit en participeert, moet je dus toch de minister van Volksgezondheid erbij hebben om een beetje te kijken als het als zaken die willen worden gedaan, beleidskwesties, dat ook COVID meegenomen wordt in de planning. Ja. Dus je zit er sowieso altijd bij. Je ziet ook bij alle RVM-persconferenties dat ik de VIP altijd ondersteun. Ja, maar... in de persconferenties, maar ook andere zaken. Maar de focus is eigenlijk dat ik... Dat je inderdaad niet alleen met COVID bezig moet zijn in de zorg. Omdat de zorg veel meer is dan alleen COVID. Ja, maar over het algemeen kwam volksgezondheid vaker in beeld voor COVID-19 vanwege andere problemen, maar relatief veel minder dan voorheen. Maar nu bent u primair in beeld. Ja, maar dat neemt niet weg dat die andere problemen zijn opgelost. Dat de andere problemen er niet zijn. Die problemen zijn er nog steeds en die problemen zijn veel groter. Want als ik even een tipje van de sleur mag lichten, dan geef ik gewoon even mee dat er wel bezig zijn COVID te beteugelen en alles daaromheen. Dan heb je de ziekenhuizen die in grote financiële problemen zitten, maar ook nog moeten kunnen garanderen dat we sowieso de COVID-zorg en non-COVID-zorg kunnen reguleren. We moeten kunnen garanderen dat de mensen van medicijnen worden voorzien, dus ook het BGVS. Ook het BGVS heeft een hele grote rol in de zorg. Ja. Heeft ook een hele grote rol in de zorg door medicamenten voorzieningen te garanderen. En ook daar heeft de overheid een hele grote schuld. De dialysezorg en de oncologie, dus kankerzorg, is ook in gevaar. Vanwege het feit dat er ook grote schulden zijn bij leveranciers in het buitenland. Dan praat je over bedragen dicht bij de 1 miljoen euro dat we nog moeten betalen aan leveranciers. Ja, maar we weten, minister, dat er veel schulden zijn. Dus dat weten we. Maar nu wil ik even terugkomen. Er wordt nog veel geld gepompt in COVID-19. Alle aandacht is op COVID-19. Hoe wordt er gebalanceerd om toch ervoor te zorgen dat al die andere ziektes die er al waren, toch nog de mensen behandeld kunnen worden? We praten over hart- en vaatziekten, we praten over kankerbestrijding. Hoe wordt die budget gebalanceerd? Ja, daarom heeft dus de regering een beroep gedaan om het parlement op een wet de ruimte te creëren in de wet uitzonderingstoestand, waar we een COVID-noodfonds hebben. Dat was er al, maar we hebben dus gevraagd voor uitbreiding, omdat we indicaties hebben en projecties dat COVID niet nu zal verdwijnen. Het zal nog een poosje duren tot het vaccin is en het definitief een einde in zich leek. Dus we hebben een begroting gepland voor 1,5 miljard SLW. En dat omvat eigenlijk een bedrag waar alle sectoren in Suriname van zouden moeten kunnen genieten. En dat je dus op je huidige begroting
de zaken moet afronden waar je dus mee bezig bent. Dus de reguliere zorg, et cetera. En dan nog een stukje beleid. Dat je vanuit de regering in contact bleef met de ziekenhuizen. Dat je in contact bleef met de dienstverleners om en de verzekeraars om. En in ieder geval die reguliere zorg te kunnen garanderen. Ja, minister Amar Ramadien, we zitten vandaag in een total lockdown. De mensen vragen zich toch ook wel af. Wat voor zin heeft het om een eendaagse total lockdown te houden? Waarom een eendaagse total lockdown? Wat gaat het eruit brengen? Ja, we begrepen dat. En we hebben die reacties ook gezien. En we kregen de telefoontjes ook en die brieven ook allemaal. En het is een serieuze kwestie. Kijk, een eendaagse lockdown. De discussies die zijn nog lang niet voorbij. We zijn bezig met een situatie waar wij ons zorgsysteem zwaar onder druk staat op dit moment. We hebben het net daarover gehad. Goed, alles is bekend. We hebben alle cijfers gepresenteerd over onze ziekenhuizen, over onze isolatiefaciliteiten, onze IC-capaciteit. Maar wat de bedoeling is namelijk, is dat je op een gegeven moment op een bepaald punt staat in het land waar je, als je niets doet, je in principe en alle bewegingen op dit moment zo laat, dat je inderdaad in een situatie gaat komen dat de samenleving niet optimaal beschermd zal zijn tegen de gevaren van COVID-19. En dan kan je de discussie voeren van moet je terug naar een 14 dagen lockdown, moet je terug naar een 21 dagen lockdown of moet je naar een weekend lockdown. Dat begrijpen we allemaal. Wetenschappelijk tot nu toe is nog niets bewezen. Lockdowns hebben hun voordelen gehad, maar je ziet het weer bij het heropenen van, op het opheffen van de lockdown, dat er weer golven komen van infecties. Dat heb je bij een infectieziekte. Bij een epidemie is dat sowieso het geval. Waar wij als Suriname mee zitten, is dat wij niet in de gelukkige omstandigheid zijn, één vanwege onze financiële crisis. We kunnen niet optimaal de sociale steun en de financiële injecties geven aan de samenleving. Bijvoorbeeld het invoeren van een 14-daagse lockdown. Omdat je veel dagverdieners hebt, je hebt veel mensen die per dag hun inkopen doen. Je hebt veel mensen die, bijvoorbeeld de landbouwers, die dagelijks hun afzet moeten hebben en we moeten dat kunnen garanderen. Dus de voedselvoorziening is één, de sociale situatie en financiële situatie is twee. We hebben dat voorgesteld, er waren drie opties. Namelijk, dit besluit is een regeringsbesluit, niet alleen de regering, ook DNA. En alle andere commissies. De president heeft het waarschijnlijk iets eerder gezegd bij Kaak. Maar ik ga het even herhalen. Er waren discussies. Eén is om het aanscherpen van maatregelen. Dan ga je dus het uitgaansverbod nog verder verruimen. Naar 6 uur tot 5 uur. Twee is een weekend lockdown. Drie is een eendaagse lockdown. En zelfs één was er om een nog langere lockdown. Dat zijn allemaal opties die we hebben moeten discussiëren met alle regeringsdelen. En uiteindelijk kwamen we eruit dat wij gefaseerd willen kijken naar een model, of naar een model welke gefaseerd ingevoerd zou kunnen worden. Maar we hebben gezegd, we houden de situatie nou in de gaten, op dag tot dag basis. We zijn echt letterlijk dagelijks bezig te kijken naar de capaciteiten. Ja, maar minister Ramadien, welk rendement verwachten jullie eruit te halen door een eendaagse lockdown? Wat verwachten jullie eruit te halen? Het rendement van vandaag zie je na 2 weken. Maar we hebben geanalyseerd de situatie dat wij op de zaterdagen, we hebben intussen 5 zaterdagen gehad sinds we in de regering zitten. Mm. En uit analyses, evaluaties uit het veld, bleek dat op de zaterdagen, ook op de zondag hoor, maar op de zaterdagen vooral er heel veel beweging is. En de handhaving op de zaterdagen het moeilijkst is voor de politie en voor de gewapende, of voor de handhavende organen. Dus de bedoeling is geweest om de zaterdag te maken tot een dag van rust. In principe, er zijn ook vele voordelen aan een zaterdagse lockdown. Het is in principe een vrijdag, maar we willen het arbeidsproces ook zoveel mogelijk stimuleren. We willen ondernemers zoveel mogelijk stimuleren. Maar we zitten op een balans. We zitten echt letterlijk op een balans tussen het beschermen van de samenleving en tegelijkertijd dus beschermen van de samenleving door invoeren van maatregelen. En tegelijkertijd probeer je mensen ook zo normaal mogelijk het leven te laten leven. Wat we zien is dat het gedrag van de Surinamer, het gedrag van de mens,
moeilijk te voorspellen is. Je kan niet zeggen dat, want wat ik inderdaad, wat je hoort, ja, dan zijn mensen dus nu vandaag aan het plannen om morgen naar uitstapjes te doen en morgen hun feesten te houden. Maar ja. Daarom heb je weer gezegd dat de nadruk moet vooral gaan liggen op de handhaving, sociale controle, maar ook vanuit de overheid, naar tweede gewapende, dus de handhavende organen, meer instructies geven, er meer input komt vanuit de handhaving, om die maatregelen die per presidentieel besluit zijn vastgelegd, om die maatregelen na te leven, dat je de handhaving daarvoor nodig hebt. Want op dit moment zijn wij bezig met de open kranten dwelen. Dus terwijl wij bezig zijn die al die mensen op te vangen, te behandelen, zien we die toestroom nog groter worden. Dus voor ons, vanuit medisch oogpunt, zou ik zeggen 14 dagen lockdown. Maar vanuit sociaal oogpunt en vanuit economisch oogpunt kan je dat niet permitteren op dit moment in Suriname. Dus we moeten naar een tussenweg, maar dat neemt niet weg. Ja. De president heeft het ook keer op keer gezegd dat wij op dag tot dag analyse kunnen besluiten dat u plotseling een bericht hoort dat het totaal niet meer mogelijk is. Dus dat we toch de lockdown verder moeten gaan uitbreiden. Prima. Ja, maar minister, ik wil u even onderbreken om toch naar een andere vraag te gaan. We weten dat die lockdown er is. We weten dat mensen bewust moeten worden van wat er aan de hand is. Maar we weten ook dat deze lockdown opgeheven wordt morgenochtend om 5:00 uur. Ja. 5:00 uur in de ochtend. Wat gaat de regering doen? Of wat is in voorbereiding? Want als je 5:00 uur in de ochtend het opheft. En dat is zondag. En we staan bekend van zondagen. Dat vele mensen de zondagmarkten bezoeken. Uh-huh. Dus morgenochtend krijgen we een enorme rush. Omdat vandaag alles dicht is. Dus want je krijgt al de mensen die er vandaag niet naartoe konden gaan. Die gaan zich ophopen om dan ook morgen te gaan. Je krijgt een verdubbeling. Je krijgt een druk. Hoe denken jullie dat te kunnen containen en in goede banen te leiden morgen, als men toch nog morgen, wat normaal is, hun inkopen gaat doen, voornamelijk bij de zondagmarkten? Oké, de druk, als het echt dubbel wordt, dat moeten we nog zien. Omdat we hebben ruim van tevoren, nou, vanaf woensdag dan, aangekondigd dat er een lockdown zou zijn. En de lockdown duurt ook maar totaal 33 uren. Niet 33 uren. Het is 8 uur 's avonds vrijdag tot zondag 5 uur. Dat is iets langer dan, even kijken, 34 uren. Dus in principe hebben wij gezegd, de markten hebben in principe protocollen gehad. Wat we wel hebben gezegd in dit kader, gaat u ook zien, en daar hebben we de nadruk gelegd, zondag staat bekend als een kerkdag, een religieuze dag. En de kerken hebben protocollen. De markten, en zondag staat ook bekend als een marktdag. De markten hebben ook protocollen. Wanneer we protocollen maken, dan moeten we ook geloven erin. Maar twee is, handhaving hebben wij gevraagd aan Defensie en Juspol om extra manschappen in te zetten naar beide markten. Om erop toe te zien dat de protocollen in ieder geval nageleefd worden. En dat we geen ophoping van mensen krijgen. En dat de markten dus wel open zijn, zodat de voedselvoorziening is gegarandeerd en de landbouwers ook hun afzet hebben. Dus we verwachten, ik verwacht zelf, gewoon de wekelijkse zondagsmarktdrukte, omdat we ruim voor tijd hebben aangekondigd dat er een lockdown zou zijn. Mm-hmm. En in principe weet je dat de hele week er geen lockdown is, dus het heeft geen zin om te hamsteren, maar je reguliere inkopen te doen. Verder zijn er ook veel mensen die nu, dat je langs de kant ziet dat er veel mensen zijn die groenten aan de man kunnen brengen. Dus ik zou de mensen adviseren, ook niet op de markt. U weet wat de reden is waarom we lockdown hebben aangekondigd. Maar kijk een beetje ruim. Je mag een beetje gaan rijden, zondag natuurlijk in de auto. Rij een beetje en kijk waar je toch groenten kan vinden. Er zijn een paar plekken waar mensen standjes hebben opgezet. Dus stimuleer de mensen ook, maar probeer het niet echt helemaal allemaal op de markt te gaan om je inkopen te doen. Oké. Minister Amar Ramadine, daar praten we mee even vandaag in Rashid Pirkans Kalander. Minister, deze situatie die al een paar maanden duurt, het is COVID-19, is begonnen rond maart, direct na Pagua is het in principe begonnen in ons land, want ik neem Pagua als startdatum. Onze grootste laatste festiviteit was Holi Pagua geweest, kan ik me herinneren. Het is er al een paar weken, een paar maanden al, maar dit levert ook binnen gezinnen enorm veel stress op.
Het levert mensen, omdat het leven niet meer normaal is. Ook voor mij niet, ook voor mij niet. Wij zijn geen uitzondering ten opzichte van andere mensen. Maar niet iedereen heeft de normale verwerkingscapaciteit om ermee om te gaan. En dat levert mogelijk bij gezinnen en bij mensen veel problemen. Hoe vangen jullie dat op? Oké, inderdaad. Wereldwijd, de literatuur is er helemaal mee over eens. We zien het ook. De mensen hebben veel eenzaamheidsproblemen. Mensen hebben problemen dat ze zich niet kunnen socializen. Dat begrijpen wij. Als mensen acute stressklachten krijgen, dat is een normaal verschijnsel bij een epidemie, bij een pandemie. Acute stressklachten. Dan dient de persoon zich in principe aan te melden of contact te maken met zijn of haar huisarts. Dat is een feit. Acute stressklacht ga je niet met een gesprek, een telefonisch gesprek kunnen verhelpen. Daar is er hulp voor nodig. En soms interventies ook. Oké, maar als het gaat om het coping, dus de coping met stress, hoe je ermee omgaat, hoe je dat afhandelt, dan hebben wij in ieder geval vanuit het BOG een psychologische hulplijn opgezet. De hulplijn, daar kan ik het nummer gelijk doorgeven, dat is 884-0080. Het is een mobiel nummer, voorlopig nog. We hebben niet nog niet tot een makkelijk nummer kunnen krijgen. Maar daar zijn we mee bezig en het ook nog uit te breiden. Het nummer is dus 884-0080. Als u op dit nummer belt, zijn er mensen die getraind zijn in psychologische zorg. Hulp te bieden via gesprekken. En die mensen kunnen ook een inschatting maken van het probleem. Waardoor u de juiste adviezen krijgt. U ook nog wordt gerefereerd naar bijvoorbeeld uw huisarts. Of er wordt gevraagd om assistentie via de psychiater of de psycholoog. Alles is daar duidelijk. We zijn in de opstartfase. Het kan hier en daar misgaan. Dus neemt u mij kwalijk als het inderdaad nog niet optimaal is. Of nog niet 24 uur. Die informatie moet ik nog krijgen deze week. Maar we kijken uit. Ook naar de eerste lijn. Dus de huisartsen. Die ook proactiever veel meer contact moeten maken met de cliënten. Mensen weten wie de patiënten zijn. Die hebben ook veel meer informatie over hun achtergrond, hun medische voorgeschiedenis. En je zou af en toe, ja, dus ieders inzet is nodig om te kijken naar vooral de oudere groepen mensen, met onderliggend leden een beetje te praten van hoe gaat het en waar zit je allemaal mee, waar kunnen we in komen. Dus dit zijn allemaal opties die we ook zien in het buitenland. Dat huisartsen ook vaker huisvisites doen. Om te kijken naar de situatie hoe het met mensen gaat. Maar we snappen het helemaal. Ook de religieuze leiders hebben ook een hele belangrijke rol hierin. Omdat die ook vaak huismensen zijn. Huisgenoten. Goed met elkaar in contact zijn. Dus u kunt zich wenden tot een psychologische hulplijn. Ja. Daar bestaat er veelal een drempel voor. Omdat men denkt dat Suriname klein is en het kan best dat je buurman daar aan die lijn zit. Ja. Tweede is, je kan naar je huisarts toe gaan of met contact komen met je huisarts. En derde is dat er dus de religieuze leider van jouw contact, die ook nemen we aan. Weliswaar hebben we nog die gesprekken nog niet gevoerd, maar we zijn bezig om de IRIS de komende weken te benaderen. Om te praten hierover. Te kijken hoe ook van die kant uit spirituele hulp en hulp vanuit die richting uit naar de professionele hulp toe kan gaan. Prima. Dat zijn de opties. Prima. Minister, ik heb gemerkt dat jullie wel, je hebt me net een telefoonnummer doorgegeven, dat vind ik geweldig. Maar COVID-19 gaat voorlopig niet weg, dat weten we. Maar met al die telefoonnummers die er zijn, je mag me geloven, ik zelf onthoud het niet. Ik die het moet onthouden, onthoud het niet. Waarom maken jullie niet één centraal nummer via een callcenter model, waarbij mensen naar één nummer kunnen bellen en ze worden naar de departementen doorgezet, in plaats van 20 nummers, die we toch niet kunnen onthouden? Ja, ik ga me niet verschuilen achter geen enkele smoes, meneer Biergaan. Is dat zo 115 hebben, toch? Ja, maar een het voorbeeld. Grootste probleem is, en ook als 178 lijn in stand te houden, is een hele grote uitdaging. Weet u waarom? We zijn er al een poos mee bezig. We hadden eerst een kleine groep, een kerngroep die bezig was. Die mensen zijn al moe. Twee is, er zijn vrijwilligers die zich hebben aangemeld en ook hebben gewerkt en inderdaad ook moe zijn en zich hebben teruggetrokken. Derde is, we zitten met een financiële
met een financieel probleem. Dus ik ben nu bezig met de begroting voor de COVID-opvang en de COVID-begeleiding. Dus zodra ik de middelen ter beschikking heb, ik kan nu tot nu toe alleen werken met vrijwilligers en we zijn beperkt in mensen. Dus ik vraag natuurlijk ook van de samenleving een stukje begrip. Omdat wij nu, wanneer we een dienst willen opzetten, wil niemand meer gratis werken. Mm. Het is al genoeg geweest en dat begrijpen we ook best wel. Ja, dat ja. probleem hebben we ook in de okay. zorg. Dat mensen niet meer willen luisteren naar je om shifts te doen van 12 uur aan een bed te staan van een patiënt. Die zeggen goeie gewoon, ik heb ook mijn gezin. Andere mensen zitten lekker thuis en ik moet werken, nou begin mee een toelage te geven. Dus dat zijn allemaal challenges waarmee wij battelen. Het geld te krijgen, het noodfonds is er, maar het geld is er niet. Dus dat zegt de minister van Financiën ook keer op keer aan mij. Maar we gaan proberen dus nu met meer middelen van elders te krijgen. En kijken naar donateurs die we hebben, fondsen die we hebben. Waar we ook meer mensen kunnen aantrekken om dit soort van lenen voor ons te onderhouden. Alles kost geld, ook voorlichting zelf kost geld. Mm-hmm. We worden vaak gewezen ook, u weet het zelf, we zijn redelijk in contact. En u weet het zelf ook, de communicatie en de voorlichting komt nog niet echt op gang zoals we het zouden willen hebben. De plannen zijn er. De ideeën zijn er, maar de uitvoering, ja, je kan niet van de mediahuizen verwachten dat ze voor jou pro deo zullen draaien. Maar minister, ja. Er is in die wet aangenomen dat de media zijn zendtijden ter beschikking moeten stellen. Waarom maakt u geen gebruik daarvan? We zijn bezig, we hebben een journaal, we zijn bezig, maar ik ben nog vanmorgen in contact geweest met de exponenten uit de voorlichtingsdienst van de overheid. En ik vraag het ook keer op keer, ik zie het journaal heel weinig. En we zijn bezig te kijken nu naar alle mediahuizen, want ook e-mailadressen klopten niet, et cetera. En andere mediahuizen kwamen niet eens voor op de lijst van de overheidscommunicatiedienst. Ik heb zelf met een paar van de mediahuizen gesproken en nu e-mailadressen verstuurd. En bleek inderdaad te ontbreken. Dus we kijken, inderdaad hebben we de president gevraagd van de mediahuizen om een half uur ter beschikking te stellen. En de mediahuizen vragen er ook zelf naar, maar het loopt logistiek even mis. Dus we gaan nu naar een goed systeem om alle mediahuizen te betrekken. En ook te vragen naar welk tijdstip de spotjes komen, zodat wij dat ook in een groter plaatje kunnen publiceren. Zodat ook iedereen ziet van oké, vandaag draait de RBN het journaal om 7 uur 's avonds of om 8 uur 's avonds. Dus dan op die manier proberen we, want nu is het inderdaad zo dat je toevallig kijkt en je ziet even naar een programma komen. Nou, zo moet het niet zijn. Dat moet de structuur zijn. Want ik heb wel opgemerkt, en u weet, het is mijn veld. Het schort aan die communicatie, hè? Mm-hmm. En het schort niet communicatie van uw kant, want u bent veel in beeld, toch? Maar het schort aan die kleine communicatie naar die samenleving binnen hun culturen, binnen hun religieën, binnen hun eigen contrainen. En daar schort het wel aan. Niet van uw zijde. U bent volop in de media. Ja. Maar het gaat om die kleine bootjes en moertjes die mensen moeten bereiken, hè? Ja. Nee, dat is inderdaad een zorgpunt, maar een aandachtspunt ook. Eén is dat, maar het tweede is natuurlijk ook dat wij nu, ik heb de afgelopen week gemerkt, dat er redelijk wat spotjes worden gepubliceerd via Facebook van de communicatiedienst. In alle talen. Okay. En dat doet me goed. En we zijn bezig, we hebben een plan. Okay. En dat plan moet uitgewerkt worden, maar we hebben een fonds aangevraagd. Ja. En wat middelen gevraagd om over te gaan tot de verwerking en waarom? U weet, het is mijn werk, toch? Ja, ik weet dat u... Waarom betrekt u die bevolking niet erbij om te zeggen van, help me denken met jouw creativiteit? Weet je hoeveel mensen buiten u zouden helpen dan een bureau die 4 mensen heeft achter een lessenaar? Ja. Geloof me, als u die bevolking vraagt, morgenochtend, we willen iets, een mediacampagne opzetten, help ons probleem, want dit is een nationaal probleem, met creativiteitsgedachten, hè? Creativity of mind. Ik denk dat veel mensen u zouden helpen. Ik neem veel mensen. Advies mee. Ik heb het reeds 2 keer gedaan. Ik heb in het journaal 2 statements gehad, 2 weken. Elke maandag geef ik een statement in het journaal. Als minister. En ik heb het 2 keren gedaan. Ik heb mensen opgeroepen om contact te maken. Om ons te helpen. We hebben tot nu toe geen reacties gehad als zodanig. Maar als u ik neem uw statement mee. Ja, waarom, als u ziet dat u geen reactie hebt gehad. Dan heeft die uitzending geen effect. Er is iets fout. Ja, maar ik doe het al keer op keer. Hoor, waar ik ook ben. Prima. Maar meneer Pierkan, ik ga uw hulp ook nodig hebben.
En ik hou mijn handen niet gesloten. Correct, dat weet ik. Ik verwelkom elk advies. En ik zal u als ervaren mediaman en expert op dit gebied sowieso vragen. Dat weet de samenleving het ook. Ik ga meneer Bierka natuurlijk ook vragen om ons te helpen. Je mag me altijd vragen. Omdat wij, als je merkt inderdaad wat u zegt, en daar sta ik helemaal achterin, ben ik helemaal mee eens. Als je merkt dat het, je doet de oproepen, maar het komt niet, dan schort er iets. Dan wordt het niet opgevangen ergens. Dus die zender is er, maar die ontvanger is er niet. Correct. Dus maar, ik ga u officieel vragen om mij hierbij ook te assisteren. Afgesproken. En te voorzien, zodat we kunnen komen tot een hele heldere communicatielijn naar die totale samenleving. We gaan altijd helpen. En is niet, maar ik heb een goede communicatie met u persoonlijk, dat weet u ook. Ja. Dat weet u ook. Maar we willen allemaal gaan helpen, omdat regardeert iedereen in deze samenleving. Het heeft niks te maken en niemand is uitgezonderd om niemand is uitgezonderd in de zin van dat we die besmetting kunnen ontlopen. Want het is een gevaar voor iedereen. Hè? Ja. Dus maar, u bent wel iedere dag in beeld, maar ik ga u bedanken voor die aanvulling en die informatie die u hebt willen geven voor vandaag. En by the way, vandaag kreeg ik een leuke grap te horen, maar ik wist ook zelf niet wat het was. En dat wil ik even ter afronding aan u vertellen. Ik kreeg een mail van die club van me. Dat is de Lions Club, hè? Lions Club, een sociale organisatie. En ze zeiden, vanavond moet ik op een happy hour meeting zijn. Luistert u op lockdown, hè? Dus ik zei van, hoe kom ik op een happy hour meeting vanavond? En toen zeiden, ja, we gaan happy hour virtueel hebben. Wat is de conclusie? Ons leven is veranderd. Dat we happy hour door via Zoom moeten gaan doen. Ja, maar dan moet je wel zelf voor alle drinken zorgen en eten. Bij je eigen huis. Maar goed, ik ben heel blij met het interview. Ja. Ik ben blij dat u de ruimte hebt gehad om de samenleving weer eens te informeren. Ik vraag begrip. Ik vraag alle ruimte voor de zorg. Het zorgpersoneel staat onder zware druk. Doet u uw deel. Dat zeg ik, wij doen ons deel. Als overheid, gemeenschap, doet u uw deel. Zie het niet als pesterij of als pressiemiddel vanuit ons, maar het is een vorm van signalen te sturen, ook naar u, maar ook naar het zorgpersoneel, dat wij het serieus nemen. Minister, en we hopen dat de effecten van het lockdown en van de andere maatregelen allemaal grote merken zullen zien, waardoor we met z'n allen blij kunnen zijn dat die curve zal afvlakken. Ja. Minister Amar Ramadien, mag ik u bedanken. En wat kan ik u verder toewensen op deze zaterdag van een lockdown? Verschillende Zoom-meetings, verschillende Teams-meetings. Dus, het werk gaat door, maar alleen via virtueel gaat het door. Ja, helemaal. Ja. Dank u wel voor uw bijdrage. Ja, meneer Pierkan. Dank u wel. Dat is minister Amar Ramadien. Een heel jonge minister. Volop moed, ijverigheid om de samenleving te dienen. En hij is altijd open. Laat me u dat eerlijk zeggen. Ik heb hoge communicatie met hem. En dat heeft hij ook met die burgerij. En dan moeten we allemaal natuurlijk proberen, allemaal, om onze bijdrage te leveren. Want dit is een nationale zaak die niemand uitzondert. Gelooft u me. Niemand uitzondert. U ziet waarin we vandaag zelf in verkeren, dat we nergens naartoe kunnen gaan. Maar ik denk dat ik straks, ik moet even eruit, zeggen die jongens mij, vanwege een reclamebreek die ik moet gaan nemen. En ik ben straks weer terug met meer Rashid Pierkans Kalajorkel. En dan ben ik terug ben, dan gaan we de telefoonlijnen voor u opengooien. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kalajorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag 22 augustus 2020 in total lockdown. Mijn naam is Farid Pierkan. Ik ben uw presentator voor deze aflevering. We zitten allemaal thuis. Ik denk dat ik vandaag, ik weet het niet zo zeker, want ik heb geen meetsysteem. Over het algemeen heeft Kalajorkel op de zaterdag al een heel grote luister- en kijkdichtheid. Maar vanwege het feit dat we allemaal nu verplicht thuis zitten, dan denk ik gevoelsmatig dat de luister- en kijkdichtheid 10 keer groter is dan onder een normale situatie. Laat me de lijnen voor u opengooien, dames en heren, en ik verwelkom uw maatschappelijke mening. U kent de rules and regulations van Kalajorkel, een uitzending die al 25 jaar in de lucht is. U mag uw mening geven, u moet beleefd blijven, u moet mensen niet beledigen. En dan kunnen we een heel aangename uitzending hebben. We moeten uiteindelijk down the road, wanneer we klaar zijn met deze uitzending, zeg ik zoals altijd, moeten we iets van elkaar hebben geleerd.
Want uiteraard, en altijd zeg ik het, de kennis van Kalajorkal ligt niet aan deze kant van de tafel. Het is alleen omdat ik toevallig in beeld ben, maar de kennis van Kalajorkal ligt aan de andere kant. Bij de honderden duizenden mensen, zoals u. Goedemorgen, dit is Kalajorkal. Gaat uw gang. Hallo. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, meneer Farid Tirkhan. Via uw medium wil ik de heer Sabir Issaar hartelijk feliciteren en vele gezonde jaren toegewenst. Ja? Ja. Want ik had hem, ik ken hem toevallig persoonlijk, ik had hem een keertje gezegd. En zoals u zei, hij is alom bekend. Ja, hele, dat in Holland iedereen luistert naar zijn programma. Ja, en hij is populair, ja. U bent ook populair in uw programma, ja. De wereld luistert naar u. Maar de keertje had ik hem gezegd, dat gaat ten aanzien van die programma van Sabir Issaar, ja. En dat zolang dat hij is, ja, genieten we van zijn programma. Maar ik had hem gevraagd, die dag dat u niet meer bent, wat gaat met uw programma gebeuren? En toen begon hij te lachen. Ja? Dus laat het hopen. Ik wens voor hem dat hij eeuwig blijft. Want wij genieten allemaal van zijn programma. Is goed. Dank u wel. Dank u. Ja. Dan tweede, ja. Gaat u gang? Bent u er nog? Ja, gaat u gang? En ook u wordt gefeliciteerd. Ja. Dat u bent beleidsadviseur van de president. Ja, ah. Ik was heel blij te horen toen de president bekend maakte dat u bent zijn beleidsadviseur. Ja, en toen dacht ik maar dat hij heeft een juiste persoon gehad. Ja, en gezien uw ervaring. Ja, maar dan had ik een opmerking dat u kunt meenemen als beleidsadviseur. Ja, zoals u weet dat de waarnemer president van het Hof al 7 jaren achter is met zijn benoeming. Ja? Kunt u alsjeblieft, ik heb een verzoek, dat u dit vraagstuk op de bord van de president zet, dat hij wordt benoemd tot de president van het Hof. Want hij is 7 jaren achter. Wegens politieke redenen is hij achter geworden. Is zijn benoeming achtergehouden. Is goed. En, tweede, en tot slot, hè, nu? Ja, en de tweede. Hoor in de wandelgangen, ik weet niet hoe het ver is, dat de first lady zit in de raad van commissarissen van Staatsolie. Misschien kunt u dat ook gaan, hoeveel het dat waar is, dat weet ik niet. Prima. Ja? Mm-hmm. En tenslotte, meneer Kurkhan, gisteren, ja, eergisteren is de directeur van CBB benoemd. Ja, ik wil ook daar feliciteren. Ja, maar ik vraag me zich af, voor het benoemen van een directeur, moet de VP moet juist ter plaatse zijn? Ja, er is een minister voor Binnenlandse Zaken. Ja, en voor een eenvoudige directeur te benoemen, moet de VP aanwezig zijn. En dat is een opmerking wel daarop. En ik hoop dat u hierop ingaat. En dat was mijn bijdrage. Prima. Oké, dank u wel. Is Rashid Pirkans Kalajorkal ten aanzien terugkomend op mijn oomje Bier. Heeft een ongekende bijdrage geleverd. Liever dat nog steeds. Vandaar dat ik eerder zei, als die mensen soms peilingen houden, dan komt hij nooit in die peiling voor. Ik vraag me af, hoe houden die mensen? En weet je wat het probleem is met mensen die soms peilingen houden? Die mensen selecteren wat zij kennen. Ze selecteren niet wat die gemeenschap kent. Om deze gemeenschap te kennen, mijn gemeenschap, moet je breed zijn. En sommige mensen zijn eenkennig. Ze komen, wat ik zeg, populair gezegd, soms niet verder dan de tweede rijweg. Maar Suriname is veel groter dan verder dan de tweede rijweg. En by the way, groet vandaag ook mijn dochter, Ambrien. Die kijkt, die stuurt me net een app en zegt, pa, je kan toch wel een klein beetje lachen, hè? Oké, dat zal ik maar even doen voor vandaag ook. En omdat vandaag zitten we in die totoloog. Laat me u wat uitleggen. Voor de record. Laat me u wat uitleggen. Hoewel ik met die president werk als één van zijn adviseurs. Want hij heeft meerdere adviseurs. Houd dat vast. Hij heeft meerdere. Dan hebben we allemaal een taakstelling. Dus u moet niet denken
dat ik over alles iets een advies geef. Dat is het niet. En tot nu toe heb ik één goede reactie, los van 95% was uiteraard positief, maar één persoon heeft het goed beschreven en dat ga ik letterlijk voor u lezen. Farid Pirkan: men kent het verschil niet, denk ik. Adviseur zijn van de president wil niet zeggen dat je adviseur bent van de regering, alle ministers plus de VP erbij. Nee, juist de president attenderen voor welk ministerie misschien brokken maakt en aanpak nodig heeft, zodat een goed beleid gemaakt kan worden, een soort waakhondpositie. Daarom meerdere adviseurs met diverse specialiteiten. Althans, zo zie ik een adviseur van de president. Dat is de enige persoon, zover, die het goed heeft begrepen op mijn social media. Er zijn meerdere mensen in dat systeem, ik ben niet de enige, maar we hebben allemaal een soort afbakering. Een afbakering en een advies is vrijblijvend. Het is geen verplichting van een staatshoofd om het advies te nemen. Het is geen verplichting. Dus daarmee moet u ook rekening houden. Maar zoals Kalajurkel er altijd is geweest, neem ik ook alles mee wat die samenleving zegt. Dat heb ik altijd gedaan. Dus het is niet dat het nu gaat beginnen. Ik heb het altijd gedaan. We hebben het 25 jaar gedaan. Daarvoorheen was dat mijn vader. Als mensen iets zeggen voorheen, gaf ik het altijd door aan de autoriteiten. Wat die overheid ermee doet, dat is die overheid zijn probleem. Wij droppen de boodschap wel. En dat gaat normaal doorgaan. Er komt geen verandering in dit model. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, bedankt voor het wachten. Bent u er nog? Oké. Die is even eruit, of die verbinding is eruit geslagen. Dus u moet wel weten dat ik de boodschappen drop. In feite moet u mij zien als de postman voor u. De postman, wat ik altijd ben geweest. Of de kalaanzorker altijd geweest, niet ik, altijd. Ik neem de post van u aan en ik bezorg de post. That's it. Dan gaat men de post openmaken. En wat men doet met die inhoud daarvan, dat regardeert mij niet. Dat regardeert mij niet, want ik ben niet in die uitvoering. De uitvoering van het beleid is des minister. Is niet van mij. Oké? Dus u moet dat ding wel goed kunnen vatten, hè? Om het in balans te houden. Maar ik verwelkom alles. Dit is Kalajurkel. Goedemorgen. Goedemorgen, schat. Ik probeer voor leg uit, want ik kan leg wel eens, toch? Mijn leg uit. Ja, mi sabi. Dus daarom in staat dat ik, want mijn bevolk, dat ik jou een soort kiezer deel in de adviseur. Dus mij hier aan verduidelijken, no. Ja. En jullie aan woyo, dat ik sabi. Dus in ons kot is schrijf ik dat jullie aan zomaar adviseur. Kijk, dan nou. Jullie aan volk schrijf. Dan nou, je poten geen moro hebi. Maar ik heb toch wat je was koi visreef puru. No. Als mijn jari in de radio, ik ben ilje lech walesa. Ja, no. Luku, met ik ha post en met bezorg ha post. Mina postbode. Im luku mi lek de postman. Toch? Juist. So mi bede en so motang. Juist. Oké. Dus in om krim is lef tum taki. Dis dan ad data. No, mi wan leg uit. Mi wan leg uit, wat dalek de mariken. Mina minister, mi ano minister. Sabi, dadelijk de Mariken, mina president, miano a president. Sommige mensen, de postman, man. Nee, you are a president. Oké, kom vertalen, boem, mina postbode. Yes. Abong? Wat als spijt me taki, mina bij Mandoro. Oh. Mina bij Mandoro. Pino bij Mandoro. Die president bij de Naju. Oh, ieder bij Mabel. Ik heb toen weinig telefoon. Ja, maar is dat bij bakken af? Ik heb toen weinig telefoon. No, omdat bij bakken af. Omdat we hier aan Golangen dat kunnen tekenen aan telefoon. No. Mij we bakken af omdat mij we sap meeste onderwerpen zou ik toch al behandelen. Dat je, okay. Je bakken een uitzending af zodat in een dag plotseling over financing, dat we mijn actie plotseling. Eenmaal a kor of minegro boet op een plantage. Ik heb dat uitzending ik go out of balance, hè? Okay. Isabi. Je moest maar balanceren wat uitzending. Ik begrijp. Ja, maar schat. Maar mokare baka. Mokare presteren baka.
Laat hem doen, helemaal. Maar dit is dat Molusengi. Molusengi, ja hè? Oké, okay, helemaal. Maar als hij tijd heeft. Helemaal, want laat ik hem doen. Mine bepaal allemaal tijd. Ja, zeker. En amana tegi mi wang. Ik begrijp. Maar allemaal ik, amana tegi mi. Je lekker. Maar goed. Je lekker. Je lekker. Je lekker. Dan ga je met dat dan liefde. Ik vind niet met dat dan liefde toch. Helemaal. Dat moet je doen. Ik vind het safe, sweetie. Dan ga je met dat altijd met love. Maar zei je met bel? Ai. Ja, wat is je probleem, Sammy? Je mag dat zijn dat niet toch? Ja, maar altijd. Alvast nu aan versterken, meneer Isaac. Hij is mijn oude baas geweest. Mm-hmm. Op het ministerie van Sociale Zaken. Ik moet onderbreken. Mijn dochter is ook TV toch? Mijn dochter is een brin toch? Ja, ja. En dat je die na uitzending nou toch? Dan moet Lisa app voor mijn dochter. Ja, dat dochter. Mijn loba vrouw die share. Na jou. Ja, no? Kijk, ik heb mijn loba toe. Parikel, Godoro. Helemaal, mijn loba toe. Maar Godoro. Alleen aan het kanaal door het kota van camera. No. Wat jaren komen af dan die? Isa, wanneer we huppelen toch? Wat heb je lekker, ik heb je bellen in Holland. Ja. Dat kan worden en ik moet tegen dat voor zorgen dat ik in het enaf echt voor jou. Ja. Maar aan de contact aan de deur of. Ja. Of you want me geen visie. Het is al genoeg om te zien. Ja. Ja, maar ik wil. Maar Gim Tori, mijn goede. Ik wil hem maar nog feliciteren. Mm-hmm. Want hij is mijn oude baas geweest van het ministerie van Sociale Zaken. Oké. Okay. Daar weet je al over ik praat over de oude tijd van Sociale Zaken, de goede oude tijd. Ja. Oh, dat ken je. Toen die goede status er nog was op het ministerie. Mm-hmm. Het was geen rommelen. Ja, het heb een rommelen, maar het is niet zo rommelen als wat het nu de laatste jaren is geweest. Mm-hmm. Dus ik wil hem nog alsnog feliciteren. Krachtige stem, zoals mij. Mm-hmm. Dat weet ik. Ik kan niet alles in mijn verstand op tussen Hindustan, die mannen. Allemaal aan mijn verstand, met moeite. Want ik heb 21 jaar tussen de Hindustanen gewoond aan de Naipaalstraat. Zo straat hij? Ja, niet laat je zo in de stani. Maar van straat hij bedenk? Naipaalstraat, je was op Naipaalstraat. Ze meneer Naipaalstraat bent dan, samen op Naipaal. Ja, mis dat pa de la kwata buurt. La kwata pasi, dat ben je straat in mis dan, bijna 21 jaar. Ja, maar ja, mis dat pa Naipaal project. Ja, Naipaal project, begrijp je? Oké. En, ja, dus, en, je broeit me even, ja, dan begin. Godoro. Wat je tak zo straat hij. Godoro. En je broeit me even toch. Bisabi. Ja toch. Ja. Voor mijn jaar, ik ben niet in de stad. Ik was de enigste marathon. Mm-hmm. In de stad, mina marathon toch. Als de kari in de stad taal. Ja, tja. Maar Godoro. Begrijp je, maar ik heb één kleine. Misschien is het niet zo leuk. Maar ik heb een beetje problemen met de commissies. Ja toch, kijk, en, de benoeming moet met een beetje rekening houden met recente mensen die men plaatst in de commissies. Ik heb een beetje moeite ermee dat er steeds close by families in de commissies zijn. Men moet rekening daarmee houden, want dat is niet zo lekker. Mm-hmm. Ik weet niet of ik een idee heb, maar ik zie vele echtgenotes zijn in de commissies. Ik heb geen moeite als je één hebt. Als je één beheerst, maar als je meerdere gaat beheersen, dan heb ik wel moeite ermee. Want ik bedoel, dan lijkt het of je dan geen luchtje geeft. Het lijkt net een soort handje de voorste. Mij mag takken, want mijn naam was een navrouw. Mm-hmm. Navrouw. Ik heb geen moeite als iemand een plaatsje wil maken in, om ons land vooruit te brengen. Maar men moet rekenen met wat ik ben. En dan nog commissies zitten. Ik ken die commissies niet nu. Ik ken die commissies al jaren. Dus laat mij letten met de recentelijke mensen die men plaatst in de commissies. Mm-hmm. De persoon kan bepaalde scholingen hebben, dat begrijp ik ook. Dat weet ik ook, maar ik noem maar moet rekening houden dat je niet steeds dezelfde mensen daar plaatst. Ik ben een beetje niet zo lekker ermee. Dat is mijn zegje vandaag. Mm-hmm. En Rocco Sweetie. Oké. Okay. En Bos Alas Mavi en die vrouw ook toe aan Bossie. Oké. Okay. Dag mevrouw. Dankjewel. Dag Migudu. Dit is Rashid Pierkans Kalajorkal. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. En we doen het op deze lockdown dag. Waarbij ik gevoeliger van uitga. Zonder dat ik het heb kunnen meten of kan meten. Dat wij meer luisterende kijkdichtheid vandaag hebben. Dan een normale zaterdag. Vanwege het feit dat iedereen vanwege de lockdown verplicht thuis is. En u weet waarom u thuis blijft. U moet ook daarover gaan nadenken. Waarom heeft de staat ons verplicht dat wij vandaag thuis moeten blijven? Waarom? Het is goed dat u even
daarover gaat nadenken voor uzelf. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, meneer Bierkan. Goedemorgen, meneer. Alsnog gefeliciteerd met uw benoeming als adviseur van de president. Ik heb even nog een aantal zaken die ik even wil naar voren wil brengen. Mijn vraag is, heeft de ABAP niet genoeg mensen dat meneer Leo Brunswijk in meer dan 3 RVC's moet gaan zitten? Als president-commissaris, dat vind ik wel een stukje nepotisme. Daarbij heeft de president, en niet alleen de president, de vorige president ook, gezegd dat er materiedeskundigen geplaatst moeten worden in RVC's. Want anders kunnen de directieleden je gewone knallen voor citroenen verkopen. En ik zie dit weer gebeuren nu bij Staatsolie. Er zitten daar mensen in. Ik bedoel, ik begrijp dat er een financiële man, meneer Boussaid, om de jaarrekening te checken en dat soort dingen. En een jurist om eventuele contracten en dat soort zaken te evalueren. Dat snap ik. Maar de rest, ook is heeft de NDP of de ABAP weer, die mevrouw Assadang die namens de NDP erin zat, hebben ze geplaatst. En wat me dus eigenlijk het meeste opvalt is dat meneer Rusland, die in feite een mijnbouw materiedeskundige is, niet is, van de NPS, niet is gekend erin. En hij of meneer Jarab zouden eigenlijk de mensen moeten zijn die in de RVC moeten zitten. En niet een stelletje gasten die helemaal niks van de oil and gas weten. Ja. Is goed. Dank u wel. Dank u wel. U ook bedankt. U neemt alles ook mee ter overdenking wat onze bellers zeggen. En ik neem aan dat de autoriteiten die belast zijn met de benoeming en de aanstellingen dit ook aanhoren. Hoewel ik hier zit, ik heb je al uitgelegd hoe dat werkt en hoe we met elkaar gaan werken. Nemen ze dat ook aan ter kennisgeving. In de besluitvorming van de RVC's, dat zijn politieke besluitvormingen die binnen de politieke contrainen worden genomen. En dat komt soms in goede aarde en dat valt soms ook in minder goede aarde bij de mensen aan de hand van welke invalshoek je gebruikt om er naar te kijken. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Hoe gaat het met u? Goedemorgen, ja, kunt u een beetje luider praten? Goedemorgen, meneer Bierkan. Ja, Hoort u mij goed? Ja, nu hoor ik u goed. Dank u wel. Ik wil het vandaag hebben over het ministerie van Onderwijs, met name de technische dienst en heel speciaal over de tafels en de stoelen van de scholen. Als u langs de scholen langs zou rijden, meneer Bierkan, gaat u stapels stoelen opgestapeld zien, kapotte tafels, kapotte stoelen. Ook al zou je het heel onderwijs willen digitaliseren en moderniseren, heb je 1 tafel en 1 stoel voor elk kind nodig. Dus dat is de prioriteit nummer 1, naar mijn inziens. Ik heb de problematiek aangehaald, maar ik zal tegelijkertijd ook een oplossingsmodel geven. En ik zou beginnen met de vraag, hoe zou ik het doen? Vertel. Nou, de technische dienst is door de jaren heen helemaal verslapt. Toen ik in de jaren 80 en 90 in de schoolbanken zat, was het zo dat de technische dienst met de pick-up naar school komt en alle kapotte tafels en stoelen meenam en na gerepareerd te hebben het terugbracht. Dat was in de jaren 80, 90 zo. Het is dan naarmate de jaren 2000 is het helemaal gaan verslappen. En op den duur werd alles dan uitbesteed. Dus de technische dienst had in feite niets te doen, want er werden nieuwe tafels en stoelen bezorgd door een bepaalde onderneming in de grote combiweg die plotseling tafels en stoelen ook leverde op scholen. Maar goed, dus in de jaren 2000 is het helemaal gaan verslappen. En dan hoorde je ook als school niets meer van de technische dienst. Nou, hoe zou ik het doen? En dan praat ik over nu, de jaren 2020. Ik zou alvast regulering brengen in de technische dienst van het ministerie van Onderwijs. Binnen 2 weken zou ik een tabel willen maken van alle mensen die ik daar bij de technische dienst heb. En ook aangeven met welke professie ze zijn. Ik geef een voorbeeld, werknemer A, professie meubelmaker. Werknemer B, professie deuren en sloten. C is bouwvakker. En zo ga maar door. Dan heb je in 1 oogopslag precies weet je van wie
je voor wat kan inzetten. Dat is één. Ik ga er gewoon vanuit dat er geen druk is. Daarom zou ik dit probleem interdepartementaal en met een samenwerking willen oplossen. Daarop kom ik straks, houdt u dat vast. En ik zou binnen die twee weken de hele regulering op kantoor brengen. Ik zou willen weten of ik een loods heb of een magazijn heb om te gaan werken. Als dat er niet is, moet je gebruik maken van je netwerk en je vindt ook wel een magazijn. Ik wil ook weten, ik heb twee machines nodig. Een zaagmachine en een machine waarbij je de stoelen en de tafels kan maken. De zittingen en de leuningen van stoelen kan maken. Want daarvoor heb je een speciale machine nodig die kan buigen. Dus dat zijn de twee machines. Meneer Pierkhaan, uit één vel, 12 mm, maar we kunnen ook met 9 mm vel, triplex, kunnen we 6 tafels voor de MULO-scholen halen en 8 tafels voor de tafelbladen voor de lagere scholen. Dus het is een kleine berekening om te maken per school hoeveel tafels gerepareerd worden en hoeveel materiaal ik nodig heb. Dat is één. Twee, in die 2 weken ben ik nog bezig, dus die regulering te brengen. Als mocht het zijn dat die machines niet available zijn, stap ik naar een meubelmaker. Ik weet dat de machines daar bij de meubelmaker zijn. En met een goede verstandhouding probeer ik het af te huren om de eerste klappen op te vangen. Goed, want we kunnen nog niets kopen. Dan, we hebben laatste verkiezingen gehad en het land is verdeeld in resorten. Ik ga u een voorbeeld geven. Ik pak resort Welgelegen. En resort Welgelegen is onderverdeeld in wijken. Ik pak wijk A. Wijk A heeft 5 scholen. 3 lagere scholen, 2 MULO-scholen. Toch, meneer Pierkhaan? Dus wil zeggen, ik heb 5 directeuren. Ik nodig die 5 directeuren op kantoor, want intussen... In die 2 weken, intussen heb ik al een PowerPoint-presentatie gemaakt, wat ik wil doen. Dus als ik die 5 directeuren op kantoor krijg, leg ik ze uit. 1. Jullie hebben van 5 scholen een berekening en jullie hebben 100 tafels en stoelen nodig. Het ministerie van Onderwijs heeft geen geld. Wat gaan we doen? Samenwerking onderling. De directeuren onderling, en ik weet dat dat kan financieel, onderling gaat de directeur van school of school X zeggen van... Hé, ik heb 20 tafels die ik moet repareren. En ik heb bijvoorbeeld 3 vellen, hoe noem je dat, triplex nodig. Maar ik kan wel permitteren om 6 vellen te kopen. Dus ik ga school Y ook helpen. En dat is die onderlinge samenwerking met een goede financieel systeem onderling. Dat breng ik ook in papier. En dan gaan wij... De technische dienst, wij gaan het materiaal kopen, omdat je dan korting krijgt als je grote hoeveelheden koopt. Toch? En zo gezegd, zo gedaan. En gelooft u mij, als je het in een wijk A hebt doorgedrukt, zeg maar zo, gelooft u mij, er komt een bepaald vertrouwen. Elke maand moet zo'n technische dienst zo'n financieel verslag naar het blad sturen en zo ga maar door. En dan gaat u zien dat het moment dat er een vertrouwen is, transparantie is, wil men dan ook wel met jou werken. Prima, ik heb een voorstel aan jou, toch? Dus kan je dit alles op papier gieten en dan stuur je het naar me, dan wil ik het doorsturen. Zo, dan kunnen de nice, mensen, ja. dan kunnen de mensen kijken wat ze ermee kunnen doen. Ja. Zonder enige belofte, dan stuur ik het naar het departement ter kennisgeving, want ik ben die postbode, toch? Ja. Kijk, jij gaat de brief... De mensen heeft die functie, meneer Pierkhaan. Jij gaat het voor me sturen, ga een plakzegel opdoen en dan ga ik het posten. Maar wat dit doet met de post, dat is niet mijn probleem, hè? Dus ik stel dat even voor, ga naar mijn social media, stuur me een private message en dan wil ik het wel graag voor je doorsturen. En dan kunnen de mensen ook kijken of het een goed idee is dat werkbaar is. Begrijp je? Ja, maar ik had 5 seconden van u, sorry. Graag, want ik had niet gezegd, ik had het woordje interdepartementaal gebruikt. Ja. Maar ik heb hem niet voor u uitgewerkt. Prima. Maar ik ga het in grote lijnen aangeven. Prima. Ik ga er ook helemaal vanuit dus dat er niks aanwezig is bij het ministerie. Maar, dus we hebben ook geen truc. Dus dan ga ik een beroep doen op het ministerie van Defensie. Giet het verhaal in elkaar, maar in een chronologische volgorde. Ja. Een overzichtelijke volgorde. Ja. Misschien in een klein organogram, als dat je lukt, als je dat kan. En ja, dan ja. wil ik het door voor je sturen. Zonder enige belofte, hè? Nee. Prima. Nee, dat hoeft Zullen niet. We dat afspreken? Want ik wil ook andere mensen de gelegenheid geven om hun mening te geven. Maar wil ik wel dat van je accepteren. Afgesproken? Dank u wel. Dank u wel. U ook. Dus kijkt u. Het is, hoewel ik het niet graag wil zeggen,
Maar het is bijna nooit voorgekomen in Suriname dat u ooit met een directeur van een media rechtstreeks kon praten. Dat was mijn vader geweest altijd, ook ik later. Nooit, nergens. Maar u ook van een krant. Ben ik er altijd geweest. Maar ik zeg altijd, zolang we iets kunnen leren, zolang we niet vervelend doen tegenover elkaar en we elkaar kunnen de problemen kunnen overstijgen, dan gaan we altijd vooruit gaan. En nu mensen dit weten, moet u wel goed begrijpen dat u die dingen moet kunnen afbakenen. Maar ik blijf wel open. Ik hoop dat u dat kunt begrijpen. En by the way, ik ben geen woordvoerder van die president. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, Farid. Goedemorgen, kunt u wat luider praten? Hi, goedemorgen, Farid. Ja, gaat u gang? Ja, ja, hoort u mij? Ja, ik hoor u wel. Een kort woordje. U heeft gesproken met een ingenieur daarnet. Oké, prima. Die heeft veel meer kennis dan velen. Geweldig, maar ik had het snel gemerkt, hè. Bij het moment dat de persoon kwam met triplex platen nee. En afmetingen. In Surinaamse te zeggen. Had ik het direct door. In Surinaamse te zeggen. Uh-huh. Als maar sapsani. Nou, ik had wel het idee dat de persoon wel weet waarover ze praat. Vandaar dat ik de persoon ook heb gevraagd. Giet het op papier voor me. Begrijp je? Oké, dank u. Goed, goed. Gaat u gang. Wilt u nog wat bijvoegen? Nee. Nee, dat staat. Oké, dank u wel. Ja, ik kan het snel ook merken wanneer iemand ook iets aan me vertelt of die persoon kennis heeft van zaken. Hè. En op het moment dat die persoon, weet je, maar daarom zei ik tegen die persoon direct, hey, geef dit verhaal voor mij op papier, weet je. Klinkt heel erg interessant. En we kunnen leren, we gaan allemaal ervan leren. En ik ben de postbode. Ziet u mij als de postbode? Begrijpt u wat ik bedoel? Oké, dit is Rashid Pierkan Skala. George Kalibuno nog live vanuit Paramaribo. We zitten in de lockdown. En u weet waarom u thuis bent. Ik hoef u dat niet uit te leggen. Maar bezint u ook even waarom ze u thuis hebben geparkeerd. Hè, voor uzelf. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Pierkan. Hoe gaat het met u? Goed, dank u wel. Hoe gaat het met u? Hey, goed, dank u wel. Maar wat doet u thuis? Meneer Pierkan, ik moet even met een probleem. Ik weet niet of u me eruit kunt helpen. Ja. Het is namelijk zo. Vandaag is er een lockdown tot morgenochtend. Hè? Vanaf gisteravond tot een lockdown tot morgenochtend 5:00. Ja. Volgende week idem dito. Maar nu zit ik er mee. De bedrijven, hoe moeten ze dat aanpakken betreft verlofdagen? Moeten wij verlofdagen inleveren? Stel dat meneer Santokki zegt, het heeft gewerkt. De besmettingen zijn minder. We doen nog 2 keer in de maand. Dus, dan wordt dat 4 keren. Moeten wij die in een bedrijf werken verlofdagen inleveren. Hoe zit dat in elkaar? Dank u wel. Oké, dank u wel. Dank u wel. Dat zit nergens in elkaar. U bedient het per bedrijfsmatig, binnen het bedrijf waar u werkt, dient u die eigen onderstanding te treffen, omdat de bedrijven allemaal hun eigen regelingen hebben. Vooral particuliere bedrijven hebben dat. Want u ook moet weten, dat los van het feit dat mensen vandaag thuis zitten, de redenen bekend, leiden alle bedrijven vandaag, alle bedrijven, het gaat niet alleen om de werknemers. De werknemers zijn uiteraard belangrijk, want die draaien de bedrijven. Die houden die motor aan de gang. Maar alle bedrijven leiden vandaag breedverlies, want alles is dicht. Neem aan bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, wij opereren in de media. Ons krant is vandaag niet uitgekomen. Begrijpt u? Weet u wat dat betekent? Dat betekent direct een dip in het financieel deel van die onderneming. Direct een dip. En om weer een dip te komen, dat duurt wel een poos. Maar dat zijn die offers die die bedrijven ook nemen, die bedrijven ook dragen om tot een langtermijn oplossing te gaan. U bent in de uitzending. Meneer Pierkan, ik groet u. Ik groet u ook. Ja. De president is een paar keren op de televisie verschenen. En hij heeft daar zijn beleid gepromoot. Ik heb echter de mogelijkheden die men voorhanden heeft. Ik heb niet geproefd dat men dat uitputtend wil aanwenden. Was er enige tijd sprake van alroerend goed belasting?
Is dat in de koelkast? Heeft men gedacht aan een situatie waar men als in Nederland een fiat kan instellen om die onrechtmatig aangewende gelden en de gelden die weggemaakt zijn terug te halen? Ik heb naar mijn mening het gevoel alsof deze regering een valse start heeft gemaakt. Ik ben een gepensioneerde man. Als je mij al begint op te zadelen met een SRD aan government take, dan moet ik inleveren. En dat inleveren, dat merk ik. Omdat als ik aan de winkel ga, alle prijzen in de winkel zijn gestegen. De Michi-melk is van 8,50 naar 10. Je gaat naar de Chinees, de centrale melk, yoghurt, is van 8,50 naar 9. Ik weet het niet. Zijn er geen andere mogelijkheden die in die andere regering hebben gezeten? Ze hebben materiële waarden en goederen vergaard. Confisqueer die dingen. Okay. Ze heeft in het verleden een bijzonder gerechtshof liefhoorven. Ik begrijp deze president niet met wet en recht wil werken. Maar die weg is te lang. Die mannen sluizen die dingen weg. Dat is mijn mening. Oké, okay, dank u wel. Dank u wel. Dan hebben we uw mening gehoord. Ik wil u snel helpen. Ik wil u heel snel helpen. Die regering heeft zijn hoofdlijnen gepresenteerd. Maar u moet op die jaarreden wachten. En dat is op 1 oktober. Waar men momenteel mee bezig is, dat zijn die ministers, hè, op ministerieel niveau, die zijn bezig hun beleidsnota samen te stellen. En uiteindelijk krijgen we een MOP, wat we noemen een meerjaren ontwikkelingsplan. Een meerjaren ontwikkelingsplan. Daarin ga je alles zien wat men wil gaan doen in de boutjes en de moertjes. Oké? Okay? Maar ik wacht ook op die jaarrieden. Daarom gaat u zien dat ik geen ministers nog roep. Hebt u mijn ministers hier zien uitnodigen? Nee, weet je waarom? Ik wacht op die jaarrieden. Wanneer die beleidsnota's klaar zijn, dan ga ik die beleidsnota's lezen met u. Dan ga ik die ministers vragen. Want kijk, die minister kan je nou alleen hoofdlijnen vertellen. En daarmee koop ik voorlopig met u niets, hè? Dus daarom, ik heb meneer Ramadien zo net gehad. Ik neem even een item en dan vraag ik een punt. Maar ik vraag hem niet over beleid. Hebt u gehoord dat ik over beleid heb gepraat? Nee, weet je waarom? Omdat ze zijn niet daar. Wanneer die president zijn jaaridee heeft gehouden, en dat is op 1 oktober... daar kunnen we een mooi leuke vraag. En dan kan je van daaruit het beleid gaan monitoren. Maar dat is niet mijn werk. Dat is DNA-werk. En daarvoor hebt u 51 mensen voor gekozen. Dat is hun werk om dan het beleid te monitoren. Dus we krijgen als volgt: beleidsnota's worden nu gemaakt. MOP wordt nu gemaakt. En dan gaat de president met zijn jaarrede komen op 1 oktober. En daar moet u naar gaan luisteren. En daar gaan de boutjes en de moertjes in moeten zitten. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goeiedag. Hoort u mij? Kunt u luider praten? Ja, goeiemorgen. Ja, een beetje luider? Ja, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Ja, ik wil mijn mening uitgeven. U wilt delen. Ik ben van Saramata en ja, ik wil u van wat praten. Wij zijn landbouwers, hè. En vandaag moeten we gaan oogsten en we hebben groenten geplant, dat is droge tijd. En nu moeten wij... Het is lockdown. Iedereen gewoon lockdown. En die dingen moeten nat gemaakt worden. Dus ik moet ongeveer een kilometer van mijn huis uit naar mijn persie. Waar kan je gaan aanmelden of een pasje te krijgen of wat dan ook? Is niet bekend. Ik ga verliezen. Wie gaat me daarmee helpen? En dat is vraag 1 en vraag 2. En het bijzonder van Groningen, hè. Resort Groningen zelf. Mag ik u een vraag stellen? 1 vraag, want ik wil u helpen. Toch? U zei, u weet niet waar u de dispensatiepasjes moet aanvragen. Het is bekendgemaakt, hè? Ja, ja. Het is bekendgemaakt waar u het verzoek moest doen. Dat is 1. 2. U hebt een districtscommissariaat in uw district. Hebt u daar gebeld en gevraagd? Ja,
Ja, er is, kijk, er zijn leden hier. Nee. Maar wat hebben ze gedaan? Die voorzitter, we hebben... Nee, maar ik help u. Wat heeft die voorzitter gedaan? Wat heeft die voorzitter die RF gedaan? Ze heeft hem weg alleen laten schribbelen, bestaan. En wat hebben die andere weken? Nee, ik heb het... Ook twee weken. Ik heb het niet gedaan. Nee, ik heb het niet daarover. Ik heb het erover op basis van uw eerste vraag. Je eerste vraag was, waar moest je dispensatieformulier halen om uw producten nat te maken? Dat was uw eerste vraag. Dus op grond daarvan heb ik u gezegd, u moest uw districtscommissariaat bellen. Ja. Dat heb ik u gezegd. Oké, daar moet ik aan. Ja, u moet ze vragen. Okay, dan gaan ze u... gaat u door. En die vraag 2, oké, dat zijn volgende week zou doen. Maar vraag 2, ik zie gisteren heb ik gezien dat Jogi is gegaan naar Papanamo Point voor daar alles te regelen. Oké, is mooi waar. Maar hier waar mensen wonen, bijna 50 tot 600 mensen, al die staan te weten. Met bekend dokter Ikof weg, Palulu weg, Bentangor weg, Damalang, Basra Lucas weg. Die staan nu weg, die weten wat er niet aangepakt. En in hem programma is dat hij gaat laten asfalteren. Oké, laat dat. Maar die dingen op tijd gegraderd worden en zo, grote kuilen. Ik heb laatst een auto gekocht van bijna $12,000. Niet in 6 maanden, moet ik onderstel gaan wisselen voor ongeveer 7,000. Kan niet toch? We hebben het volgende niet, we hebben er geen daarvoor gezet. Oké, dan ga ik... Een van die RR, de voorzitter, heeft hem weg, wel laten graderen en bestaan. Maar ik ga u nog een advies geven. Dat alleen wil ik doen. Ik ga u nog een advies geven. Pak die telefoon en bel openbare werken. Minister Riyad Noor Mohammed heeft een open deur. Dat heeft hij gezegd. Hij heeft een open deur voor die janta. Okay, dat moet u doen. Oké? Dank u wel. Dus ik help. Maar u moet ook moeite doen. Ten aanzien van als mensen willen weten voor wat wij noemen essentiële diensten, dan zijn die bekendmakingen wel de deur uitgegaan. Dus hoogwaarschijnlijk, als u het hebt gemist, moet u het gaan zoeken. U moet moeite doen om het te gaan zoeken. En ten tweede, als u vindt dat uw infrastructuur niet aangepakt wordt en het is urgent, dan moet u die minister, moet u openbare werken bellen. En ik weet wel, want dat heeft hij bekendgemaakt, in hoeverre het werk weet ik nog niet. Riyad Noor Mohammed heeft gezegd, hij heeft een open deur voor die janta, voor die samenleving. Hij heeft een open deur. Dus als u geen gebruik maakt van die open deur, dan... Ja, dan kan hij bitter weinig gaan doen. Dus daar kunt u wel terecht. U bent een uitzending. Ja, goedemorgen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gefeliciteerd met uw functie. En ook meneer Sabir Isaac met zijn verjaardag. En ik wil u wat vragen. Ik heb uw telefoon, ik heb uw programma geluisterd en ik luister altijd. En ik weet dat u een krampe persoon ben als adviseur van de president. Ik ben zo blij en ik feliciteer je nogmaals. Maar nu ga ik iets vragen of zeggen. Het is niet direct, want straks gaat u zeggen, er is geen geld bij de overheid. Maar dit ding zit al jaren in mijn hoofd. Ik heb altijd overgelegd op alle programma's. Ik had ook met de SVP gezegd, daar heeft hij gezegd, kijk, we moeten ook daaraan werken. Het is wel erg, maar we moeten tijd hebben. En hij heeft nooit tijd gehad om te werken. Ik had een keertje aan meneer Sabir Isaac gebeld. Hij heeft wel werk ervan gemaakt. Dan was het een 100 SRD wel verhoging gehad. Dus ik heb het over schoolmaster van scholen, hè, van onderwijs. Mensen werken 30, 35 jaren. Ze krijgen maar 248. En nu zijn er mensen, schoolmaaksters, die via politiek op school gaan. En zij vegen maar 2 of 1 of 3 lokalen. Wij moesten 2 schoolmaaksters moeten de hele school vroeger vegen. En waarom heb ik u dit gebeld om te zeggen? Omdat de president had in uw programma gezegd, we gaan natrekken van mensen die allang niks met hun is gebeurd en mensen die snel worden in aanmerking gekomen. Dus daarom dacht ik, laat me u ook al doorgeven. Al gaat u niet direct voorbrengen, maar weet u al, want kijk, er zijn zo weinig vrouwen die nog niet leven. Het zijn oude vrouwen, wij zijn oude vrouwen. We gaan misschien morgen of vandaag,
morgen dood, hè. Dus een paar mensen die nog in leven is, laat ze ook een beetje genieten van die pensioen. Ze hebben 30, 35 jaar gewerkt. 40 jaar gewerkt, Farid. En ze krijgen alleen maar 248. En mensen komen nu met politiek. Ze hebben 2 lokalen, soms 1 lokale. Wij moesten harken. Wij moesten banken schoonmaken, shutters schoonmaken. Nu hebben ze geen shutters in school. Dus ze hebben het. Dus ik heb het niet over nu. Ja, ze hebben geluk. Ze krijgen zomaar werk. Maar ze moeten ook aan die andere mensen denken die zoveel jaar hadden gewerkt. Als wij niet hadden goed schoongemaakt, dan konden jullie en die anderen ook niet leren. Als je in een huis of een klas gaat die niet schoon is gemaakt, ga je ook geen zin hebben om te leren. Dus dan moet je ook aan die mensen denken wat over is gebleven, want velen zijn al dood. Nee, maar ik wil dat u lang moet leven, oké? Hallo? Nee, Farid, maar weet je wat? Echt waar, ik jok niet. Hamzamjila, Hamzamjila. Wij moesten 2 mensen 16, 17 lokale schoonmaken, toch? Ja. En nu heb je via politiek, zijn op in een school of overal, je hoort het zelf, zoveel mensen in dienst, hè? Mm. En mensen vroeger wilden niet gaan schoonmaken. Ze schaamden om als schoonmaakster te werken. Maar wij waren, die waren gegaan. En ik ben nu 8e jaar met mijn pensioen, hè. En ik heb 35 jaar gewerkt. Dus je kan voorstellen, straks ga ik ook dood. Hè? Daar heb ik niks. En ik heb altijd ervoor gevechten. Niet over mij alleen, over allemaal die mensen die zo weinig krijgen. Het is echt niks. Is 248. Als ik met mensen zeg, mensen lachen me uit. Ik had die VP gezegd, die ex-VP, toch? Hij was daar bij mijn broer. Mm. Ik heb tegen hem gezegd. Hij heeft gezegd, ja hoor, het is erg. We moeten eraan werken. We moeten werken, maar niks is er gebeurd, man. Atja. Maar goed, Ik heb het begrepen. Ja. En ik kan alleen de post doorgeven. Ja, Atja. Ja. Ik heb het begrepen. Je hebt beloofd uitzending, hè? Ik ook zeggen, want ik heb met zoveel mensen gezegd. Atja. Oké, dankjewel. Dat zijn zaken die zich door de jaren heen hebben opgestapeld, hè? Alles heeft zich opgestapeld. En wanneer dingen zich opstapelen, dan uiteraard wil iedereen prioriteitsbehandeling. Dat kan ik helemaal begrijpen. Dus maar, we horen al deze dingen, heb ik mijn hele leven gedaan. En ik doe het met alle genoegen. Het is ook ons werk. We zijn ingebed daarvoor. En ik zal de post ook bezorgen. Maar laat me even terugkomen op een vraagstelling die een beller eerder maakte. Kijk nu, hij had het over gestolen gelden. Kijk, mensen die mogelijk gestolen geld hebben gestolen, de regering gaat niet daarover. De regering is niet het onderzoekinstantie van dit land. Santokki heeft die bevoegdheid niet. U moet dat goed begrijpen. Die bevoegdheid zit bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie is het onderzoeksorgaan die waar mogelijk iets zich heeft misdaan, het hun werk is. Dus als mensen denken, want we hebben bijna 25 jaar geleefd in een situatie onder die omstandigheden waarbij we een soort terreurmentaliteit in ons hebben ingebed. Van hard aanpakken. Maar alles ging buiten de regel om, vaak genoeg. Wij willen terug, mensen moeten terug, ik ook, naar een normale liefomstandigheid. En dat gaat niet morgen gebeuren. Omdat het is zo ingebed dat je denkt van pak hem, sla hem, sluit hem op. Maar dat werkt even niet zo. Het Openbaar Ministerie is belast. En u merkt het vanuit de afstand. Ik ook vanuit de afstand. Want niemand mag bemoeien. De regering zelf mag niet bemoeien. De regering zelf mag niet bemoeien in een onderzoek van de PG. Het mag gewoon niet. Maar we zien, we lezen ook, we merken ook dat men bezig is. En dat moet je tijd geven. Maar niet omdat iemand is aangehouden, dat moet je ook begrijpen, is die persoon schuldig. Hè? Houd dat ook vast. Niet omdat iemand is onschuldig, want het kan ook zijn dat die persoon onschuldig is. Hè? Dus uiteindelijk gaat dat allemaal bij de rechter. Maar het is niet de regeringsbevoegdheid. We zitten niet in de tijd van een militair dictatuur, dat mensen uit huis kwamen halen. Dat was toen. Maar we hebben ook gezien wat dat ons in tijd heeft gebracht.
Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Mijn favoriet? Ja. Hallo? Ja, goedemorgen. Ja, Ram. Ram, hi. Afas en Soep Ganesh Jayanti. Die. Ik heb twee vragen. Gefeliciteerd, natuurlijk als adviseur van de president. Ja. Ik vind de president goed in zijn uitleg. Ik heb twee vragen voor u. U bent adviseur. Je hoort zoveel geruchten. Farid Birkan verdient 25.000 per maand als adviseur. De president zegt, mijn adviseurs zijn gratis. Ik wil graag weten wat het is, punt 1. En punt 2, elke keer heeft de heer Farid en anders het probleem met de salarissen van de presidenten, de ministers. U zei, er moet teruggedraaid worden, het is te veel. Hebt u de president geadviseerd om terug te draaien de presidentvergoedingen, zodat we geld kunnen besparen? Als het elke maand iedereen aantal duizend inlevert, hebben we ook veel geld. Correct. De ministers kunnen met de helft van de president ook, die maakt alles gratis. Correct. Ook de NLA-leden. Dus ik wil u vragen, uw commentaar, en ook adviseer aan de president dat doen. Prima. Want deze meneer Santoki, toen hij al assembleelid was, DNA, heeft hij ook commentaar geleverd zo vaak. Met Ashish Gaidi, alle oppositie. Ja. Dus als je nu de macht bent, moet je uitvoeren wat je commentaar geleverd vroeger. Prima. Dat gaat mij uitleggen. Ik begrijp u. Helemaal. En nog een laatste punt. Wat vindt u ervan dat mevrouw Santoki in de RVC zit van staatsolie als first lady? Oké, okay, dat... Ja, vragen graag hoor. Dank u wel. Oké, ik denk dat dat de laatste beller is voor vandaag die we hebben in Kalajorkul. Ik heb ook een uitgesproken mening al die jaren gehad. En ik ben niet van mening veranderd. Ik ben één al nog steeds dezelfde persoon. Als u mij hebt gevraagd of ik de president heb geadviseerd, ik heb nog niet genoeg vergaderd met de president om bepaalde zaken te poneren. Maar ik ben zeker van dat de president kennis van heeft genomen, omdat hij het ook eerder in mijn uitzending hier heeft gezegd, dan wel in de verkiezingsperiode, dat lonen in een gebalanceerde verhouding moeten zitten. In een gebalanceerde houding. En u weet ook wel, en wij weten ook wel, dat er nu snel, kijk, die regering heeft veel al gedaan. Er is een commissie geïnstalleerd die de dubbele salarissen moet nagaan. Er is een commissie geïnstalleerd. En ik begrijp dat die commissie haar eerste rapport heeft uitgebracht, maar niet naar mij, want naar de opdrachtgever uiteraard. En wat erin staat, weet ik ook niet. En ik ga het hoogwaarschijnlijk ook niet weten, want dat regardeert mij ook nog niet. Maar men is al bezig geweest. Dus wat dat aangaat, heeft het de aandacht. Maar het is belangrijk en ik blijf erbij. Ik blijf erbij en ik ben niet van gedachten veranderd. Is het parlement van Suriname, moet die wetgeving veranderen? Omdat wetgevingsproducten worden niet door de staat gemaakt, door de uitvoerende macht. Het wordt door het parlement gemaakt. 51 mensen. En ik heb het ticht jaren gezegd, bhai, Miko Ouro. Maar ja, ga die 51 mensen vragen. Het is niet mijn werk. Ik kan het alleen nog entameren en zeggen, bhai, dit is de wens om het te veranderen of aanvulling aan te brengen. En ik ben niet veranderd daarover. Ik ben niet veranderd. En wat mijn adviseurschap aangaat, wees ik u terug naar wat die president heeft gezegd. En ik ga niet herhalen wat hij heeft gezegd. Ik ga u terugluisteren, want ik hoef niet te herhalen wat gezegd is geworden. Het is zaak dat u ook waarneemt en kennis van neemt wat is gezegd. En wat op fake news gebeurt, ik heb u gezegd, ik hou me niet bezig met roddel. Het interesseert me en het boeit mij overigens ook niet. Want het brengt je nergens. Het brengt je nergens. Want iemand die wat wil zeggen, met een tekst en uitleg, in een argumentatie, die heeft altijd moed en lef om het met een naam te doen. En dat apprecieer ik altijd ten zeerste, want je kan altijd van mening verschillen, waarom niet? Zo, dus dit is Kalajorkul. En nog die laatste vraag. De mening van, vroeg die meneer ten aanzien van dat mevrouw Santoki in de hoedanigheid van First Lady zitting heeft genomen in de RVC van staatsolie.
laat me het zo verwoorden. Zo verwoorden. In de gedaante van een vrouw. Vrouwen in de wereld, in de moderne tijd, in deze tijd van de nieuwe eeuw, waarin we al in 2020 leven, hebben veel meer ambities dan vrouwen in de vorige eeuw, in begin 1900 of zelfs daarvoor. Vrouwen in de vorige eeuw hebben moeten strijden voor meer rechten en meer dat. En tot nu toe zijn vrouwen daarmee bezig overal ter wereld. De vrouw heden ten dagen, wat ook uw dochter kan zijn, wil leren. Want uw doelstelling in het leven is, u wil uw kind laten leren. Uiteindelijk als uw kind naar uw eigen vermogen en uw eigen denkwijze, uw eigen culturele omgang, de plaats moet hebben die u wenst en in uw voeding hebt, dat regardeert u zelf. Dat bepaalt u zelf. Over het algemeen, een gestudeerd kind wil een baan hebben en wil gaan werken. Hij wil niet meer in de keuken staan om jalebi te maken, om barra te maken, roti te maken of boyo te maken. Wat niet slecht is, want als dat ook niet gebeurt, weten we ook niet. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dus vrouwen hebben ambities. En die ambities overstijgen de moderne tijd. Wat je tegenwoordig hebt, dat deze president, en heeft het aan mij dag 1 gezegd, op dag 1, dat zijn vrouw, die toen later first lady is geworden, mee gaat participeren in de regering, in het denken. Dus dat wist ik. En dat was goed. Want wie kan je het als beste vertrouwen in een systeem dat 10 jaar in heeft geregeerd, 10 jaar heeft geregeerd, welk systeem je nog moet ontmantelen om het in een geordende situatie te brengen, is dan de vrouw. In het schaken is de koningin de beste pion in het schaken. Dus wat dat aangaat, zou ik het op die manier willen vertalen. Niet verdedigen, maar vertalen. En de president heeft het hier gezegd in Kalajurkel. Dat hij gaat waken over staatsolie. En weet u waarom er gewaakt moet worden over staatsolie? We hebben in de vorige periode gezien hoeveel schulden er niet zijn genomen met de leningen van Oppenheimer die jij betaalt. Hoeveel miljoenen wij alleen niet aan rente betalen van schulden die genomen zijn bij Oppenheimer. En hij heeft gezegd, hij gaat waken. Dat alleen had hij gezegd. Hoe ver die bewaking zou gaan, dat had hij niet gezegd. En olie gaat onze bron van inkomsten worden over 4 jaren of 5 jaren, wanneer die oliebronnen, die olieputten, in de offshore gebruikt en benut gaan worden. En dan praten wij over 50 miljard Amerikaanse dollar. En wij willen ons doelstelling, jouw doelstelling, wat beloofd is, wat niet gedaan is, maar moet gebeuren. Ik weet niet of wij het nog gaan zien, dat we een sovereign fund willen. Wat is die sovereign fund? Dat alles dat aan winst wordt gemaakt, wij sparen voor de toekomst en niet opeten als een chaparaha. Dat is een sovereign fund. En dat moet bewaakt worden. En wie zet je als een bewaker? De queen. Dus in dat verband wil ik het vertalen, verdedig ik het niet, maar hoe ik het wel zie. Vooralsnog hebben mensen geen opmerkingen over de denkcapaciteit van de first lady, want dat is een goed geschoold persoon. Die CV heb ik gelezen. Master of Law, Master in Business, allerlei soorten Master Blaster. Dus aan de denkcapaciteit ontbreekt het niet. Wat mensen zich afvragen, waarom is het de vrouw van de president? De president heeft gezegd, hij gaat waken over state oil. Want state oil wordt onze toekomst voor investeringen in andere sectoren. En in dat verband, in dat licht zie ik het. En ze kan haar bijdrage leveren. En misschien is het opvallend dat je zegt, is de president vrouw, maar het is geen ongebruik. Dat een vrouw van de president zichtbaar mee participeert in het denken, in beleid. Hillary Clinton, hoewel ik het niet wil vergelijken, maar dat geef ik u als een voorbeeld. De vrouw van de gewezen president van Amerika, Bill Clinton, heeft
geparticipeerd naast haar man in de regering. Jongeman, heb je die clip voor me? Ik ga je een kleine clip van 2 minuten laten zien. 2 minuten. Dat participatie niet slecht hoeft te zijn. Als de persoon over kennis en capaciteit beschikt. Draai die clip. Today in making clear that Hillary Clinton is going to have a major job at the White House. Well, this is one of the great symbols and signs of generational and social change. Hillary Clinton, top flight lawyer, top of her class at Wellesley and Yale Law School, effective leader for change in Arkansas as First Lady of Arkansas. After all, this is what they did in Arkansas. She ran the educational reform program, sold it county by county in Arkansas. She's not going to just have an office in the East Wing, the traditional home of First Lady. She's going to have a big office in the West Wing, and it was made clear that she is going to be probably the key person in charge of health care reform. Now, if Bill Clinton's going to be the people's president, he's got to solve the deficit. If he's going to solve the deficit, he's got to cut health care spending, which is skyrocketing. Hillary Clinton is the person who's basically going to be in charge of that. That's tremendously important, both symbolically and substantively, for how he's going to run his White House. There's no time today in making clear that Hillary Clinton is going to have a major job at the White House. Well, this is one of the great symbols and signs of generational and social change. Hillary Clinton, top flight lawyer, top of her class at Wellesley and Yale Law School, effective leader for change in Arkansas as First Lady of Arkansas. After all, this is what they did in Arkansas. She ran the educational reform program, sold it county by county in Arkansas. She's not going to just have an office in the East Wing, the traditional home of First Lady. She's going to have a big office in the West Wing, and it was made clear that she is going to be probably the key person in charge of health care reform. Now, if Bill Clinton's going to be the people's president, he's got to solve the deficit. If he's going to solve the deficit, he's got to cut health care spending, which is skyrocketing. Hillary Clinton is the person who's basically going to be in charge of that. That's tremendously important, both symbolically and substantively, for how he's going to run his White House. Ik wil u dat alleen ter illustratie wijzen dat het niet ongebruik is. Hoogwaarschijnlijk is dit een verrassing voor ons land, maar deze First Lady gaat mee participeren, maar ze gaat ook haar sociaal werk doen. En laat me een voorbeeld geven van mooi, gerespecteerd sociaal werk. Dat heeft mevrouw Venetiaan gedaan. Houdt u dat vast. Maar dat was toen het besluit van de president Venetiaan. En ze heeft fantastisch werk gedaan. Iedere keer als je mevrouw Venetiaan zag, zag je licht in haar gezicht. Licht. Je zag in haar gezicht dat ze wat ze doet met liefde was. Veel liefde. Met veel liefde. Je zag het in haar gezicht. Maar dit is een nieuwe president. Dit is een nieuw tijdperk. Het is een nieuwe fase waarin we ingaan. En het is een nieuw besluit waarin mensen nog moeten gaan wennen. En de vrouw van die president heeft ook zitting in commissies die ze moet waken. In die 30 dagen, 33 plus, wanneer je overneemt, moet je bepaalde dingen direct doen. En dan heb je geen tijd om te zeggen van ik ga eerst kijken wat vervuild is en dan ga ik beginnen. Want dat kan je ook doen. Want dan ben je over 6 maanden pas bezig. Nee, je gaat direct ad hoc beginnen om te zeggen we gaan direct ingrijpen. En er zijn 3 belangrijke commissies geïnstalleerd die we niet moeten overzien. Die direct zijn gebeurd. Die commissie die de corruptieregels moet gaan bekijken, die anticorruptiewet. Daar is een officier voor aangesteld. Er is een commissie aangesteld. Je moet kijken naar de dubbele salarissen. Dat zijn dingen die direct zijn gebeurd. Maar geen morgen een oplossing hebben. Maar het is begonnen. En dat moeten we niet uit het hoofd verliezen. Want die president kon ook hebben gezegd, laat me eerst kijken, schoonschip houden, wat niet goed is, even schuiven. En dan ben je pas over 6 maanden bezig. Ook pas over 6 maanden ben je bezig. Dus zo bekijk ik het in een nieuw licht, in een nieuw tijdperk van deze regering. Van deze regering. Wat andere regeringen hebben gedaan en andere presidenten hebben gedaan, is vanuit in hun invalshoek. Een first lady moet sociaal werk doen, maar hoeft niet speciaal sociaal werk alleen te doen. En dit is een nieuw tijdperk. Dat is mijn mening, geen verdediging, maar hoe ik het zie in een nieuw licht van een nieuw tijdperk. En dan groet ik u voor deze aflevering van Rashid Pierkans Kala Jorkel.
Ja, moet ik zeggen, we zijn allemaal thuis. Ze gaan ook straks naar huis. Maak het u gezellig thuis. Creëer variëteit in je huis. Probeer wat spelletjes te spelen als je kinderen hebt. Monopoly, mensen erger je niet. Als je kan schaken, dan ga je schaken. Als je kan dammen, dan ga je dammen. Het is toch altijd leuk, dit is het momentum. Dit is misschien een momentum waar iedereen samen is in een gezin. En zegt, nu kunnen we even de binding binnen familie groter maken. Omdat we allemaal vandaag bij elkaar zijn. Weliswaar verplicht bij elkaar zijn. Ik groet u. Inshallah ben ik er weer zaterdag. Ram ram, namaskar, goede havis. Salam alaikum, dit was Farid Pierkan voor Rashid Pierkan. Skala, Jorkel, dag.